Ik wil deze guy bespreken man, maar die tune was echt slecht man. Ik ben gewoon altijd kringen. Die tune was niet aan. Maar met deze <laughs> tune, my god jezus. Wat is die connectie lang, tussen jou en Bix, Want Jullie hebben best wel veel tunes aan. Ja, Bigs, moet ik je zeggen hoe ik hem ken? Hij maakt gebambo. Dit is niet, zeg maar van hoe ik bandy ken. Weet toch? Ik Ken bandy sinds die tijd al. Want dit is niet iets wat je kan laten slijden. Van weet je wat, het was leid. Later. het. Nee, nee, kan nu maar een assen met chief SO bro. Was die, die tijd van Jesus, peace, <laughs> yeah. give them and SO bro. Wat? <laughs> die gaat gelijk die gaan. bro, die naam I was de Old Wave. Bro, broer, Ik ga Ik snap het Ik weet het Krem de lak, krem de lak, krem. Zie je mijn met thuis, Dus die mannen die zijn down, niet dat we af zijn. Oh yo, de podcast gaat weer beginnen man. Ik heb last. Spang, heren, heren, heren. We zijn er weer man. Tops voor de podcast episode 20. No. Dus We doen twee donies. Snap je? Mm. 2.0. Okay. 2.0. En we hebben een speciale episode vandaag en. Ja, we hebben twee young boys in de building man. En ik ga ze even voorstellen, want laat me beginnen bij de eerste, want hij is vandaag bij ons skut skut in de city. Mag ik een applaus voor Chavanti? Zie, zie. En ik heb nog een young boy bij me en ik ga hem aankijken en ik zeg gewoon eerlijk, ik zweer het, ik heb last van. Mag ik een applaus voor Dior? Yes. Welkom boys, hebben jullie er zin in man? Ja man, sowieso. Nou, we gaan gewoon lekker veel over muziek praten vandaag. En Krijgen dan... wij ook nog een aankondiging. Op? Het lijkt alsof niemand jullie kent, <laughs> man. Hè? Oeps, we doen Jenkins. Oeps, we doen dit. Dan mag je een applaus voor in allebei, alsjeblieft. Jee toch? Laten we NS wij zaak, We we Host ook niet vergeten, Ferra, <laughs> man. Geloof me, man. Wauw, zakelijk vandaag. <laughs> zakelijk. man. <laughs> de EP, oh, okay. Perfect. Soms moet je anders komen, toch? Man, nog oh, spannend. Ik ga je nu even laten ease in. We beginnen altijd met onze favoriete tunes van de afgelopen twee weken. En dit ik kijk, ja, man, wat is jouw favoriete tune? Moet ik naar navigatie gaan, man. Met een Teflon vest erbij in de Ja, zeker, 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 man. Die man heeft veel dingen gedropt de afgelopen jaren. Hij is altijd consistent geweest. En nu heeft hij voor mij weer even gewoon een, echt een banger gedropt. Die beat van Cubus. Wauw, slaat nergens op. Tune luggage van Nafi. Ja, allebei komen super dom. Mm. Uh, hij zat er een tijdje zat hij vast, was hij even weg. Hij is weer bakka. Hij dropt zijn tunes nu weer. En dit is voor mij wel echt een statement tune. Dat hij bakka is en dat hij laat zien van ik ben er nu en ik kom niet spelen man. Dat is de indruk die hij op mij heeft gemaakt man. Dus ik ben benieuwd wat er op korte termijn aankomt. Maar voor mij heeft hij wel weer even een niveautje aangetikt dat ik uh, dat ik zie dat er nog steeds groei bij hem in zit man. Um, als je dan kijkt naar de run van hem van dit jaar is dit zijn beste tune? Ik vind van wel man. Waarom? Wat ik al zei van hij dropt tunes en ik moet zeggen dat. Al vanaf dat hij dropte, zeg maar, dat hij opkwam, die SBMG-tijd, uh, voelde ik die stijl van hem, vo voelde ik al, man. En ik vond hem altijd al gewoon een trange artiest. En dus ik vind niet dat hij slechte tunes maakt of heeft gemaakt. En hij tikt gewoon altijd een minimale niveau aan. Maar bij deze tune, wat ik zei, heb ik wel dat hij gewoon een hogere niveau aantikt in zijn totaliteit. Dus wat ik zeg... Sowieso die beat speelt ook mee, wisselwerking met hem en Teflon. En gewoon de, de, de woordkeuzes, gewoon zijn flow, alles vind ik dat hij gewoon net een next level heeft aangetikt, man. Ja, maar ik sluit me wel daarbij aan, man, want dus. hij, uh, Navi is wel altijd die guy, hij mist eigenlijk nooit. Zeg maar, hij scoort mm -hmm. altijd wel een, een 7. En ik moet zeggen, van deze run heeft hij dan die track outside en geen rem, geen, wat is het, geen rem gedropt? Mm -hmm. En die pokkel geen rem, man. Dat, dat is weer mijn tune, zeg maar. En, en outside is weer mijn tune. Ja, outside is. Dat ja. Weer? Hij... Outside is ja? Om, man. ja, bij mij is geen rem, is die tune, man. En hij, wat ik zeg, hij mist eigenlijk nooit. Je weet toch? En hij heeft ook wel een hele eigen unieke stijl of zo. En. Oh, ook. Ja, 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 man. Hij stem. Gaat... Ja, man. Die soort singy melodietjes van hem ook met zijn stem, 100. dat ook. Maar enige valken wat ik wel daarbij heb is. als je te veel in die safe space zit, van het is zijn eigen stijl en. Hij speelt altijd, zeg maar, minimaal die zeven. Maar als je dan die vier, vijf, zes tunes achter elkaar luistert, dan kan het, kan het eentonig worden. Snap je? Maar die run, wat ik, zeg, wat, wat ik vind, waar hij nu aan bezig is, vind ik juist dat hij wel verschillende kanten op gaat. En dat hij meer diversiteit heeft. Ja. Snap je? Dus daarom, dat bedoelde ik meer met, ik vind dat hij nu wel is gegroeid. En ik denk dat dat uh, voor hem nu een voordeel gaat zijn op het moment als je naar projecten gaat werken. Snap je van, je kan een harde tune maken en het is lauw. Maar op het moment als jij tien tunes hebt die een beetje hetzelfde klinken of allemaal, dan is het niet heel uitdagend of uitnodigend om naar een EP of een album te luisteren. En ik denk dat hij nu, ik weet niet of het bewust of onbewust is, maar dat hij dat element nu wel heeft toegevoegd. En dat als hij nu met de tape komt, dat hij wel veel meer diversiteit heeft. En dan geef zijn visuals niet, man. Zijn visuals zijn altijd, <laughs> altijd on-point, ja, man. man. Altijd. Hij investeert altijd niet alleen in de track zelf, maar ook gewoon in de marketing. Vooraf de marketing, na, daarna. Clips altijd on-point, man. Toen ik de eerste keer, die, ik zag die teaser dan zeg maar op, op Insta gewoon voorbij komen. Zat hij volgens mij in die, die luxe waggy toys zo. Hoe die beat inkwam met die flow van. hem. toen wist ik al gelijk, ik stuurde het ook in de chat van. Nee, dit is weer even wat. Dit hey, is different, man. Uh, wat? Ja. Zeker, man. man. Sowieso, S.O. naar Navi. Ik wil even een snelle fun tussen Ik ga veel fun facts tussen doorgaan. Ja, do <laughs> goed vanuit. Maar, want veel mensen hebben die special gezien met Chief. Maar eigenlijk zou Navi ook aanwezig ja, ja, zijn. Ja, en van deze man. Vandaag? Van nee, nee, ja, nee. Ja, nee ja, die was keer. Oh, ja. ja, 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 ja was in Hij was opeens bel uit het ja. laatste moment. Ja, ja. ja, ja, ja en Navi hmm. was ook in het laatste moment ook niet. Maar jij zit nu hier. Ja, 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 dus Navi heeft nog eentje te goed van ons. Zeker. Dus we gaan die man een keer blessen. Maar dan gaan we naar de volgende. En ik kijk jou aan. Wat is jouw favoriete tune van de afgelopen twee weken? Ja, van mij natuurlijk Milaan. Milan, <laughs> <Jette. laughs> Milaan. Ja, laat me gelijk met de vraag beginnen. Hoe is die tune ontstaan, man? Ik zeg je eerlijk, die tune is twee jaar oud, man. Twee jaar? ja, ja maar hij is twee jaar zo? oud. Samen met Bix gemaakt, gewoon in de studio. En CC, waren gewoon in de stu... En in die tijd was die tune uh, aan van. Uh, van uh, hoe heet hij? Die Blok, oversies. Mm -hmm. Ja, domme shit. We hadden die vibe. Nu je het zegt. Ja, toch. We hadden die vibe. We dachten van, hé, hey. ja, ja, uh, ja, hey, dit is hard, man. Je weet toch? En, en, en het viel lekker bij iedereen. Ik dacht van, gaan we dit ook doen? Hm. Ja, toen Bix kwam met een Yusuf beat, gewoon gelijk. Ja. ja Wat is die, die lang, connectie hè? tussen jou en bigs Want jullie hebben best wel veel tunes samen. Ja, bigs moet ik je zeggen hoe ik hem ken? Hm. Hij is gebambeld. <laughs> Streed op. Hij voor Hij <laughs> heeft mij gewoon street gebambeld. Ik was, ik was uh, bij Lucia aan het eten. Mm. Was, nu praat ik over drie jaar geleden, was ik met hem aan het eten daar. Nee, nee, ik was niet met hem. Ik was met iemand aan het eten. Hij was ook daar met iemand. Mm. Maar hij was in die tijd gewoon upcoming DJ. Hij was niet eens producer. Dus hij maakte niet eens beats. Mm. Dus hoe ik naar buiten loop, zo, hij staat gewoon voor de deur te wachten dat ik naar buiten kom. En ik was in, in die tijd zeg maar, was ik ook al bezig met muziek en zo. Dus mensen kennen mij gewoon. Dus ik loop ze naar buiten en zegt uh, hey, ik heb een vraagje man uh, uh, ik ben producer uh, zou je het lauw vinden om ooit uh, sessie te nemen je weet het, maar dat neem je niet direct serieus toch als, als mm. iemand zo rennen naar je toe komt ik zeg Goeie. ik zeg ja toch uh, weet je wat uh, pak mijn insta dm me gewoon zeg jouw naam echt dat komt vanzelf goed maar Bix is een pusher mm. ja. Bix is een pusher als je hem kent <laughs> ja, als je goed. hem kent weet je gewoon Bix is een pusher bro die man dm me gelijk stuurt beats op gelijk alles gewoon maar Uiteindelijk ik nam me niet serieus. En zijn beats die hij opstuurde waren ook niet like. wauw. Mm. Je weet toch? waren gewoon van die standaard beats. Gewoon. Ik zou bijna denken dat hij had gewoon van YouTube gepakt <laughs> En had gewoon, hij had gewoon alleen zijn tag gezet. Snap je? Maar die tag van hem was aan tot snap je. Dus... Wat zeg je, man? Zijn broer, uiteindelijk, die man loopt me elke dag te pushen zo van: hé, hey, sessie, 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 sessie. sessie. Mm. Dus ik had sessie in die tijd toen met Shinna en Gili Beats. Mm. Had ik één sessie en toen uh, hij berichtte mij: van... joh kan ik vandaag langskomen? Dit, dat, zo, so, zo, so, zo. So. Dus ik zeg tegen Shina en Guille Beats: Hé, hey, hij gaat zo meteen een producer komen. <laughs> als die nep is. <laughs> ik zeg: als die, als die nep is, gaan we gelijk naar huis. Huh. Dus we zeggen tegen hem: Je toch, we gaan gelijk naar huis. Bix was met tempo. Hij kwam toen ook met Giuliano. Hem ken ik ook nog niet. Dus zo kwamen zo in die stu. Uh, hij liet beats horen en, en uh, Bix had zeg maar die leppy Giuliano zat naast hem. En wij zaten allemaal achter. Dus hm. wij, kijken, wij hebben al oogcontact met elkaar. Voor eerste beat die jij laat horen die nep is. Go gone. Dus bro, die man laat één beat horen. Je doet Ik denk nee. Ja, broer, ja. ik, kijk, ik, kijk, ik kijk naar Gili. Ik kijk naar Gili Beats. Ik kijk naar Shinna, bro. Geef haar deze gewoon. Hij was al bijna bij die deur. Ja, <laughs> ja, toch. Maar, maar bro, Bix is doorzetten toch. Bix, ik zat ik tegen zat, hem, ik zat, weet je wat. En, en ik, ik ben iemand, ik, ik hou gewoon wel van kansen geven. En zo. Dus ik zeg tegen die man: van, heb je geen andere beats? Toen kwam hij met een. Met een een beat In die tijd was drill heel lid. Je weet toch, mm. was drie jaar geleden. Toen was QMB en alles gewoon ja, was heel ja, lid. En hij kan dat wel heel goed. Ik kan echt heel goed uh, drillbeats en zo maken. Ja, man. Dus hij kwam met een beat. Ik weet niet hoe, maar ik kwam met een rare flow. Paps. Wat een domme tune geflipt die dag. Mm. En daarna was hij gewoon van hé. Uh, hey, elke, elke week sessies pakken. Hij kwam elke keer terug. En elke keer terug, elke keer terug. En dat hebben we gewoon twee jaar lang doorgepakt. Toen hadden we die tune met um, uh, John. Hadden we gedaan, Sellafi, dat is ook met Biggs en Sina en Giuliano. Uh, ja. ja, ze is toen, uh, hij, groeide, hij groeide ook heel snel, want hij wil het ook heel erg, snap ja, je? Toch? Dus hij groeit heel snel en uiteindelijk zijn we gewoon heel goed geworden en zitten we gewoon bijna elke dag. Dom, man. Maar, samen, samen soort van ja, groeien. Ja, toch, maar, hij mag me gewoon gebambeld, zo is het gewoon begonnen. <laughs> ja, toch? is het gewoon Maar daar heb ik nog wel één vraag, want we gaan later in deze uitzending komen op, hè, je signing bij Top Notch. Ja. Maar waarom heb je dit als eerste release gekozen? Deze. Ja toch? Omdat zeg maar, um, deze tune is dus twee jaar oud mm -hmm. en in die tijd vonden we het al zo lauw. Je weet iedereen die we lieten horen, Campy, iedereen, gewoon, ook gewoon mensen die bij de stuur kwamen, fik, iedereen. We zeiden ook van: hé, hey, dit is een harde tune. Maar wat, wat het was, is, is met CC. CC is, is, is ook een mattie van mij. Hij is nog niet echt. Ja, hem ken ik officieel niet. Maar hij is nog niet echt een artiest ja toch actief in de, ja, mm -hmm. de mij eerste uh, zijn eerste tune is ook met mij actief in de night, staat op 2 miljoen of zo dat is ook mm. zijn eerste tune je, ik ben iemand okay. als ik jou hard vind en maakt niet of jij wie jij bent ik werk gewoon met jou zo ben ik weet, je, weet je, ik denk niet aan van ga jij mij helpen dit dat is ik denk gewoon van broer vind jou, ik vind jou hard ik werk gewoon met jou dat was ook zijn eerste tune en daarna zaten we ook gewoon vaker en uh, ik zie gewoon hij heeft potentie toch dus toen hadden we die Milaan Milan tune geflipt, een paar jaar geleden en, uh, ja, we vonden die gewoon zo hard. En ik dacht van, weet je wat, bij, ik ben nu bij Top Notch. Laat me even binnenkomen met iets heel anders. Hmm. Gewoon even, want kijk, ik heb, ik heb zoveel tunes. Als je, als je naar mijn tunes gaat luisteren wat je online ziet, dan is het... Scus, en al die dingen. Maar bro, als je, als je naar mijn uh, bestanden gaat kijken, dan ga je denken: hè, van wie is dit? Mm. Snap je? En, maar je moet stappen zetten, omdat je kan niet ineens iets laten horen. Snap je? Ik hoor je Dus je moet, je moet beetje bij beetje moet je komen naar een bepaald punt. Want kijk, als ik nu ineens met een tjoe ga komen, mensen gaan denken: hè, wat is dit? En je hebt, je hebt fans die wel luisteren naar Scus, Q, Zedda, maar die helemaal niet luisteren naar wat ik naar mijn andere tunes, snap je? Dus je moet het beetje bij beetje moet je het naar buiten brengen. Maar ik, ik merk dat wel, moet ik zeggen, want bijvoorbeeld inderdaad die tunes, bijvoorbeeld de Actief in de Night, ja. Deze Milaan, zijn hele andere tunes ja, dan klap. die je bijvoorbeeld met Kleine John ja, ja, zeg klap. maar, uitbrengt. Dus ja, maar ja, ik ja. zie wel dat daar over nagedacht ja, is. Ja, klopt. Weet je wat, ik ben, ik ben, ik ben een persoon, ik, ik hoef, ik zeg maar, je hebt artiesten die, die uh, zitten in de stuur en ze denken elke dag van broer, ik moet een hit hebben. Je weet ja. toch, ik moet hit, hit hebben. En ik ben meer van, ik, ik maak wat ik leuk vind, en als ik het hard vind, dan drop ik het gewoon. Snap je? En, en, en er zijn mensen gewoon, je hebt je luisteraars die, die groeien ook met jou mee. Die gaan dat ook hard vinden. En je hebt andere mensen die liever wachten op een tune die je helemaal kan hypen. Bijvoorbeeld die Milaan, dat, ik vind dat geen, geen ene hype tune. Je weet toch, het is, het is gewoon volledig tekst, gewoon de hele tijd. Het is gewoon een, een, een trap beat. Maar toch zie je wel dat mensen het oppakken en, en toch wel, toch, bijvoorbeeld TikToks erop maken. En zo. Dan denk je van bro, die, mensen, die ja, mensen zijn ja, gewoon met jou, snap je? Is die, is die keuze <coughs> echt volledig van jou geweest? Of had topnotch ook. Daarin een. een... Um, ja, gewoon van beide kanten. Maar hun hoorde die tune ook en nog hè, maar kan je, kan je zulke dingen maken, snap je? En uiteindelijk kwamen gewoon. Uh... Zeg maar, ik, ik wou meer van zulke tune's laten horen aan, aan de buitenwereld. En toen zei ze: van, weet je wat, als je dat wilt doen, dan kan dat. Maar dan moet je gelijk beginnen met deze, snap je? Uh. Ik kon ook ervoor kiezen om, om te beginnen met een. SKU type uh, mm -hmm. tune orzo, of zo. Maar ik dacht van weet je wat. Ja, toch spelen, Maar ik dacht van weet je wat. Ik doe gewoon lekker wat anders. anders ja. Maar, sta ja. daarop. Maar. Maar op <laughs> ja. Je hebt dus nog wel van zulke tune's liggen. Ja, net als Milaan. Nee, nee. Net ja, lobby, -tunes, -tunes. lobby tunes. Deze man toch heeft te ja, hmm. ik, ja, ik, ja, veel tune's. Ik echt veel tune's. Ik ben bij het top gesprek en, en we zitten alleen maar te kijken van welke kant gaan we op. Ja. Het is een beetje een luxe probleem om het zo te zeggen. Ja. Want, ik hoorde het ook bij die docu. Ja. ja. Daar da, da, da zeg je ook in die docu zeg je. Uh, ze zeggen, ik moet uh, meer lobby tunes maken, toch? Ja, 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 ja. Dan zeg mm. oh, Ik was in die schrijverskamp alleen maar rap tunes aan het maken. Ja, ja, ik zeggen, klopt. je moet ook lobby tunes maken. Ja, klopt. Ik was, ze hadden me gezet met een uh, producer, Ety Louis. Ja, toch? En, uh, en hij, was ook, hij, hij kwam met ons in, uh, in die sessie. En hij was ook gelijk van, uh, welke kant wil je op? En hij wou gelijk love tune maken en zo. Mm. Maar ik zeg tegen hem, maar wat is echt jouw... Dus ik vraag aan hem, wat is, wat, is jouw, wat is jouw genre? Wat maak je ja. het liefst? Mm. Hij zegt tegen mij, ja, gewoon trap en zo. Ik zeg, bro, kom we gaan dat maken. Ja. Mm. Dus hij, hij kijkt naar mij en denkt... Ja, Jesu, serieus? Serieus hij. denkt eerst wel echt, Jesus. Ik zeg ja, ik zeg hem, bro, geloof me, kom we gaan dat maken. Uiteindelijk, we maakten één tune. En toevallig was hij schrijverskamp en hij sliep in dezelfde huis als ik. In de ochtend hij blaast de hele dag die tune. Ik zeg hem, hij is hard. Hij zegt. Bro, ik wist echt niet dat je dit kon, man. Ik zeg hem. Ja, ik kan alles, denk ik man. Ja, sowieso. Orschie man. Jenny, wat is jouw favoriete tune van de afgelopen ja. twee weken, man? Laten we even terug naar de vorige special bijna. Chief, man, Yves Laraan, mm. kleine twee bar. Mm. Nah, is Dat wel is echt erg echt, giftig? Is, is echt mijn release van de week, man. Gewoon een oh. rauwe rap tune. En Yves had hem, volgens mij, tieste Yves, Yves hem als eerst. Met die kleine shot die Allen's gooide bij hem in paas de autos. Hij was aan het struggelen met de kleine twee bar. Dus ik dacht ook dat het de yves <laughs> dus ook dat het Eve's tune was eigenlijk. Maar volgens mij is het gewoon een single van Chief ja, is frans, met, ja. ja, toch? No met, met Eves. En ja, wat ik zeg, maar gewoon een rauwe hip-hop tune. Hoe Eves inkomt met die bar over die vrouwen van, waar hij van hun hart heeft gebroken en mm. hij heeft geen spijt. Mm. Ja, En Eves, Eve's komt wel <laughs> altijd. Hij komt wel altijd different. Zijn flexen zijn altijd different. Hij heeft een lijn waar hij praat over: een soort van. Uh, ik ben geboekt, dus u, maar ik wil uh, twee kaartjes business class. <laughs> yeah. <maar> ik mag <laughs> niks meer passen. <laughs> Je weet het, toch? En dat vind ik zo hard, Archief, man. En die heel kort in het begin komt er een domme beat-switch om die mm. tempo meteen te verhogen. Shout-out naar Avenue, Avenue. Oh. wat? Ja, yeah, Avenue is yeah. wel echt man. underrated ofzo, man. Hij, in ieder geval, hij is te weinig in de conversatie vaak. Shiv, maar ja, Chief open die bar of die lijn dat je stress op zijn haarlijn. <laughs> pinda, pinda. pinda! lijkt pinda. Die pinda, bar, man. Yeah. Die pinda bar, man. Hij, weet, hij weet zo goed hoe die direct je aandacht ah, hij direct zijn aandacht moet dat! En uh. daarna verlengt hij die aandacht ook nog met die Selma omari lijn Shiv zeg maar, weet zo goed hoe hij, hoe hij dingen moet gebruiken wat mensen het over gaan hebben. Ik denk as dat as niemand dat beter is dan kan iemand. dan hem. Zeker. Is Zij echt hij dit al een soort Mr. Marketing? Ja, dan. maar het is, is, is bizar hoe dat hij dat altijd doet. doet maar en, ja, zeg maar, ik zie gewoon, ik vraag me gewoon af hoe oh, zo'n studio sessie. Bij zo'n studio sessie wil je gewoon eigenlijk erbij zijn. Maar van Hoe is dit te werk gegaan? Zoveel, letterlijk, zoveel lines die Instagram waardig zijn nee. of zo. Ik hoor je, man. Hij is een sterke tune. Man. Zo, ik, zeg maar, toen ik die tune hoorde, het was dat jij hem al gelijk klemde. <laughs> Dan was ik sowieso daar. Maar uh, hij geeft me sowieso first person shooter. Uh, ja, dat ja, 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 ja. toch? Ja, ik zeg het liggen om J K. en Drake. Ja man, ja, letterlijk. Man. Ik Hoeze denk ook dat switchen. dat wel een inspiratie of iets is en, geweest. Man. ja, ze vullen elkaar gewoon zo goed aan, man. Uh, maar mijn vraag is wel naar jullie van wie komt het hardst van de twee, man? Ik toch wel Chief, man. Yeah. Ja. Ik, schief, man. ik, ik, ik zeg Yves man. man. Oh, zo so tijmend. <laughs> <heb>, wacht wacht, <laughs> wacht. Ik nog even. Wat ik kijk, wat ik heb met Yves is zijn uh, hij, hij kan jou gewoon hetzelfde verhaal vertellen als wat iedereen doet, maar hij vertelt het op zo'n soort hele andere... Hij gebruikt andere bewoordingen of wat dan ook dat hij... Hij, hij stuurt je gewoon heel ergs anders terwijl hij gewoon eigenlijk dezelfde boodschap geeft. En dat, dat van hem zeg maar pak mij... Weet je toch? No dat, dat vind ik hard aan ja. hem. <laughs> Maar Chief weet je toch? Nee, man. Shif is. is, is hij had, had die plain Tory. Had hij ook gewoon kunnen zeggen. Van hij ah, je weet om een gaasje was te Biggie of zo. Snap je? Mm -hmm. Maar hij legt hem uit. Van hij ah, business class model. Snap je? En dat is weer heel anders. Het is een andere plek. Hij gaat heel diep op die Tory. Het gewoon zijn woordkeus. Ja, man. Gewoon geen standaard woorden vaak. En... Maar los daarvan heb ik wel zeg maar. Uh, ik vind niet per se dat dit van hun beiden. Hun sound is of zo. Nee, zeker snap niet. Je? Het is niet ja. dat ja. het één stel is, is van één. van vat Net iets hij hij oont hem, hem wel iets meer. Iets, hij ownt hem meer. Je komt sowieso dom, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik heb wel een paar kritische nootjes. Die pepernotenbar, december uh, was een beetje effi. Oh, ja. Of die uh, analyse, snap je? Uh, nee, ik dat wel gelast van die. Die gaan toch? <laughs> ja, 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 Wat was ja. die lijn? Wat was die lijn? Mannen gaan niet, Bill. Ik heb ze geanalyseerd. <laughs> zoiets zei hij. Eh, het was okay. iffy, maar yeah. Shief komt sowieso altijd on point. Maar Yves, man, ik weet gewoon waar over die beat gaat. Beats gaat. Ja, maar yeah. het, is, het, is, het, is, het is niet het dat er Niemand van. wordt gemurderd in die geval. Als je zegt Shief, voel ik je sowieso. No, maar, Spandeel, het kan, het kan het, kan het, kan het. Kan. <laughs> dan gaan we naar de volgende man, The man himself, Wat is jouw favoriete tune van de afgelopen twee weken man? Op die Chavante Modas vringen, gewoon mijn eigen tune. Seriës, hoe heet die tune dan? Parfum, parfum. Parfume. Parfume. Hoe is die tune ontstaan? Zeg maar, ik moest meer lobby maken ook weet je wel. <laughs> <laughs> die mannen van mijn label zeiden dan van, hé, hey, hé toch, hmm. dat is wel het sterkste, je weet toch man. Ik heb veel lobbypokkus maar dan ga ik het in mijn eigen woorden vertellen, zeg maar. Vanuit mijn perspectief. Mm -hmm. Over mijn wifey en zo, weet je weet toch. Maar ik had te veel van dat nu. Ja, dus ik moest meer lobbypokkus maken. En toen had ik te veel van dezelfde soort zeg maar Want wow. je gaat het ook in verschillende perspectieven, zeg maar, zetten, toch? Toen dacht ik van, oké. Okay, kijken van een hele andere soort story, zeg maar. Hoe, hoe zijn ook veel meisjes, zeg maar. Ze zijn, zeg maar, unknown op Instagram. Ze hebben geen uh, foto's. Hun, hun uh, TikTok staat op privé. Dus toen dacht ik van, laat me gewoon... Een love story vertellen vanuit een ander perspectief, zeg maar. Dus die lobbypocus is zo'n beetje in elkaar gezet, man. Want ik, ik weet nog dat ik. dat we elkaar spraken bij Phoenix En ja. dat ik toen, teg, toen tegen je zei: volgens mij was je toen net in die. in die. ron. Volgens mij had je Gonza ja. Roses. Ja. No more. En dat ik toen tegen je zei: van ik denk dat dit wel een soort van. die way is. Ja. En toen zei je zelf van. zeg maar, rep maken voor mij, dat is. is light. Je weet ja. is 16 schrijven, dat doe ik zo. Ja. En uh, lobbypocus maken vind ik nog wel moeilijk. Zeg ja, zeker. Maar. Hoe is dat nu? Ik denk dat we misschien een jaar ik Zeg je eerlijk, nu, zijn, zit ik, nu zit ik diep in die lobbypokoes, man. Ja? Nu, ik wil er weer uit, zeg maar. Dus toen ik, dus toen ik bij afvalling was getekend tot het begin, toen we die eerste laatste sessie hadden, toen was het van: oké, okay, je moet meer lobbypokoes maken. Nu heb ik zoveel lobbypokoes dat ik gewoon denk van: yo, ik wil weer rappen. Deze man was de laatste bij. bij, bij ja, mijn sessie maar, ik zeg: van G, ik wil rappen, man. Je toch, het, het trek aan, man. Je weet toch. Ik geef hem zet... ik zeg hem broer, maar je ziet dat wat je nu doet werkt meer dan al die andere dingen, toch? Klopt. Hij zal jou begrijpen. Joh. Maar ik hoor het Klok, wel. Maar uit. ik ga wel, denk ik, gewoon iets geks doen. Gewoon iets geks maar doen. Wat is gek voor jou? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Kijk, ik moet iets creatiefs doen. Dus op het moment dat ik weer ga rappen, moet het zo creatief sterk zijn dat mensen gewoon in shock zijn van hé, hé hey, hey, toch? Dat ik misschien wat... met mezelf praat dat je twee personen hebt en hé hey, ja, toch? Ah, ja. so, Oké, okay, wat voor tunes maak jij? Wat vind jij, zeg maar als je naar jezelf kijkt als artiest, wat maakt die hoor het liefst of het best? Wat voor soort tunes? Ik zeg je wel... eerlijk. Ik maak gewoon pokoe het liefst, man. Of het nou, lobby is diezelfde feeling van een goede lobby tune krijg ik ook van een goede um, rep pokoe, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat je een voorkeur hebt. Nee, man. Ik hou gewoon van alles. Ik luister ook gewoon naar alles. Maar ik moet het wel kunnen compenseren in een sessie van: oké, okay, me één lobby pokoe maken, één rep pokoe. Dat doe ik niet. Ik ben nee, gewoon. All round. Ja, toch? Ik ben fully, of ik ben fully op dat, of ik ben fully op dat. En dat moet ik nu, zeg maar, zien te compenseren. Maar ja, als iedereen wil dat ik lobby pokoes uitbreng, dan moet ik. Weet toch? Veel lobby maken. Maar ik hoor wel altijd, zeg maar, jij rapt wel altijd in je tune, zeg maar. Je? Die, die, die verses zijn ja. wel altijd wel echt duidelijk rap, ja, ja. zeg maar. Klap. Het is wel duidelijk dat dat soort van je basis is. Ja, en dat die lobby tune gewoon, ja. zeg maar, die, die body ja, dat, dat, wil, is. dat wil ik creëren, zeg maar, toch. Want ja, als ik niet kan rappen zoveel, weet je <laughs> toch? Als mijn als, als als luisteraars dat niet erg van me willen, dan moet ik het oh, zo... zo model, Ja, te organisch, oh, moet ik oh, het ja, organisch oh. brengen, zeg maar. Dus. Oh, oh, oh. Dat dan, man. Dat echt... Maar wat ik wel nog heb, hè, want... Ik heb natuurlijk ook naar je clip gekeken. Mm. En zeg maar, in veel clips ben je met je wifi. Klopt. En in je laatste clip ben je zonder wifi. Klopt. Maar zeg maar, die chemistry is wel een beetje af, man. Ja, met die zeg dames. Maar, ja, zo. toch, van, hoe voelt dat voor jou, zeg maar, op het moment dat je dan met een andere meid bent in een clip? Uh, gewoon fijn ook, man. <laughs> ja, maar, ik ben gewoon eerlijk. Het voelt gewoon fijn. Weet je wat het is? Het is wel mijn carrière, toch? Mm. En ook al zeg maar, ze join me altijd. En ze heeft al gezichtsbekendheid en zat al naast bekendheid. Voordat ik, zeg maar, naast mm. bekendheid had. Maar alsnog moet ik... Staat er wel Dior op die pokoe, dus... Dat ik wil toch? niet mijn fans te veel... Uh, gehecht laten raken aan het plaatje van Dior en Jay Lee. God. Wel ook wel weer een beetje. Maar ook weer niet al te veel dat het genormaliseerd wordt. Want mm. ja, je weet toch? Maar voel je niet een beetje geremd? Van... Dat je gaat overdenken. Mm. Met wat je wel en niet kan met een andere meid in een club. Nee, dat niet. Maar kijk, ik ben sowieso op die tip van... In mijn clips, hetzelfde geldt ook bij Jaylee. Uh, weet toch, ik, ik vast geen billen en zo. Nee. En nee. ik laat niet in, raro, BH's en bikini. Hm. En dat heb ik sowieso ook nooit gedaan. Zeg maar. Mijn model van mijn clips is altijd gewoon weet toch Ik houd gewoon van hoe het elk echt is. Die Libby mm -hmm. hoe je het ziet bij sommige mannen in clips, die Libby is niet zo. Ja. Snap je? Je gaat kinderen iets anders ja, laten zien. Zeg shot, maar dan krijg je een shot he, of niet? Nee, 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 nee. nee, nee. Oh nee broer, dat was niet nee, jou. Nee, hey, hey, nee, nee, nee. <stuig> <stuig> nee, 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 nee. ik heb dat niet <stuig> 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 hoor. Hij heeft het ook niet. Hij is aan het denken. Hij is aan het denken. Hij denkt, wat? Ik ben zelf bro ik heb dat niet. Hij bent zelfder dan mij. Dus dat dan? Maar jouw principe, jouw basis, zeg maar, jouw normen en waarden dat Zet je ook gewoon in je in Ja, clips toch ook in mijn en en clips. En... Hé, hey, hey, je moet letten op die zakelijke man. Ja, hij wil kent drinken. wat hij dit doet. Nee, nee, nee. Ik ga eerlijk zeggen, hij mijn moet al model. Hij wil het testen toch, man. Ja, ja, ja. Hij wil het tegen elkaar <laughs> opzetten. <laughs> <laughs> nee, kijk, mijn model is gewoon van. Hier, gewoon re allemaal realistisch. En ik, sinds ik dat heb gedaan, werkt het ook wat meer van mij. Hetzelfde geldt voor TikTok. Weet je toch? Ik ziet gewoon van, het is puur. Het lijkt hmm. gewoon alsof het. Het is, niet, het is niet nep of zo, zeg maar. En dat is ook gewoon in mijn clips. Hm. Zeg maar, gewoon zo puur mogelijk. En dat ga je alleen creëren ook als je... Ja, bro, ik kan die meisje wel vastie of zo. Maar ja, dat klopt. het maar, zou ook niet kloppen. Maar ik ga dus nu wel iets vastleggen nu. Ja. Gaan wij nooit meids. In strings en zo in, in jacuzzi's in jouw club. Ik ga je eerlijk zeggen. Want ik kom je halen op het moment dat het ja, gebeurt. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik kan niet in de toekomst kijken. <laughs> maar. Het is niet met chest, hè? Bro, ja, want bro. Als zelf over vijf jaar. Ik begin gewoon te tweaken gewoon. Ik begin te denken: van ja, maar nu ben ik echt op. Op gas. Op oh, mm. gas, snap je? Ik twintig meidjes <laughs> in mijn clip. Pop it model, snap je? Hey, ja. ja, ik ja, je ja. niet met niet met me. Begin me. hey, okay, niet met me man. <laughs> me. <laughs> <laughs> is die, die man, die man Hij kijkt hey, nog nee, één hey, hey, keer per week gewoon. Relax met me. Oké. Best snap clip you? ever. Snap ja, je? Ik kleef sowieso geen dingen voor in de nee. Nee. toekomst, want dan ga ik mezelf tegenstrikken, oh, maar ja. nu, op dit moment, niet zeg maar. Nee man. Spong, maar Ferra, bij jou, wat is jouw tune? Saf stiek, man. Verschil moet er zijn. Nee! je die dingen gaan man. Nee, ja. huh? nee, we huh? nee. <laughs> <month. Yeah>, <laughs> doe nee. Geloof me. doe Nucallo. Hé, ik heb die relax even, huh? <laughs> no, Weet je wat het met Saf is? Zeg maar, weet toch, hij heeft een tijdje vastgezeten en hij kwam dus vrij en had een tune uitgebracht. En toen dacht ik van, hé, hey, zo, ik wil deze guy bespreken, man. Maar die tune was echt slecht, man. Ik ben gewoon altijd kringen, die tune was niet aan. Maar met deze tune, my god, oh jezus. Ik begrijp niet dat dit niet jouw eerste tune is op het moment dat je vrijkomt. Misschien had hij die nog niet. Ja, hoor. ja, misschien had hij die nog niet. Ik geloof dat niet, man. Denk je? Is te bakker, en als hij het wel had, had hij moeten timeren, want deze tune... Het voelt voor mij alsof hij zeg maar, in Jari openlucht even met een Jaga of een AK was. <laughs> en geen sparren met ze nee, van: je ja, weet ja. toch? Boys, wat gaan we doen? Want hij brengt die fijne. Het is wel die die is first, first day out model. Ja. First day out. Ja. Is wel die hij rapt, hij rapt. Maar flink ook gewoon agressieve bars. En ja, hij heeft, uh, heeft zo'n bar met: uh, uh, als die mannen drukken, worden wel word vast bezig. Laat ik die ja, mannen bukken. Ja, <laughs> no man. diddy. Maar ik hoor hem wel, snap je? Pas. Dus. Uh, <laughs> pas Passeer! Pas, pas. pas. ja, die, die tune, ja man, dus zeg maar, ik hoor hem gewoon rappen. Hij is bakken. Ik hoop gewoon dat hij deze vibe aanhoudt. En nee, hij mag ook wel switchen naar andere soorten tune's. Maar hij deze wel. Want hij rapt letterlijk ook gewoon in die pokoe van ik ben weer vrij en zo. Ja, mm -hmm. Snap je? Dan denk ik van hoe kan dit niet je first day out pokoe zijn man? Dat zou wel beter zijn. Dat denk ik is, wel inderdaad dat die tune misschien. Denk, wat ik bij die tune had, inderdaad. Is, kan je nog herinneren dat we een keer is lang geleden dat we toen over die youngings, ik weet niet of dit 2020 of zo was, van uh, mm. welke boelie gaat dit jaar zeg maar vlammen? Mm. Toen was Saaf kwam op uh, Bokke, oh, ik weet niet wie, volgens mijn mensen ook nog. Bokken, er waren in ieder geval vier vijf youngings, en uh, ik had alleen die bar voor bars gehoord wat hij op die vision, uh, cijfer had gegooid, mm. en daar kwam die met ook gewoon letterlijk met deze vibe kwam die gewoon, gewoon echt rap. En ik heb dat gewoon niet... Dus toen ging ik voor die man John Paul gewoon van... dit is die guy, man. ja, van, ja, ja hij, hij gaat het regelen. Dus die, ja, maar, maar echt ja. met rap. En daarna kwam die met die, echt die, ja, die... die, die ja, dat soort dingen. En ja, ik kon, ik kon dat niet, weet toch? Ik kon daar niet met chest achter staan. Ja, wat Bokke ja. bijvoorbeeld in die tussentijd heeft gedaan... nee toch, man. qua rapwijze heeft hij hem 10.000 keer versneld. Maar nu... Heeft hij voor mij weer, sinds die pokoe, heeft hij mij voor het eerst weer die vibes gegeven van... Hij komt en hij kan mensen killen op rap. Dat vond ik, dat vond ik echt hard, man. Gewoon echt ja, denk... die, die rapmodel. Ik ja, heb sowieso ook een vraag voor jullie. Vinden jullie dat wij, zeg maar, in de scene, zeg maar, uh, een Mensa en een Saaf een beetje wel hebben gemist? Want sinds het er zijn, ze schudden het wel raar of zo, ik, je weet ik toch? Denk, ik denk, ik had dan vorige had ik die take toen Mensa vrij kwam en toen vroeg nee. jij aan mij van... Gaat die gelatijn hem effecten? En ik zei van... No, maar je ziet aan de cijfers en de reacties op TikTok... dat men dit wil zien. Die Google heeft al een milli binnen een week. Weet je wat voor cijfers dat zijn? Een milli binnen een week. binnen een week. Dus je weet, also, mensen hebben dit wel gemist, maar het is ook ja. entertaining. Ja, zeker, en zeker. Misschien ging hij net iets te ver met die maar pampers. Ja, je weet toch? Misschien ging hij net iets te ver met die pampers. Maar misschien heeft waka. dat ook gezorgd voor maar deze cijfers. Maar misschien dat ook want als je kijkt bijvoorbeeld inderdaad die TikTok en zo, die filmpjes die ja, worden gedeeld, maar, het ja, gaat bro, het, is media, het is ook media. gaat uh, volledig uh, kwijt man. Dus ik, kijk, ik zo denk wel dat. je dat netjes dat, doet. Ik denk wel gewoon hun hun ownen die sound wel, en daarom, zeg maar wat je net zei. Is het wel moeilijk voor een saaf als mensen dit heel erg waarderen, snap je? Mensen waarderen deze saaf en dan is het moeilijk om misschien die stap weer te gaan zetten van oké, okay, misschien moet ik weer gaan rappen. Maar misschien voelde hij deze tijd dat hij even nodig om te zien van tijd. Ah, maar dat dit werkt ook wel. Maar dit werkt ook wel even, toch? Maar ik denk inderdaad wat je wat je wat je zegt van ja die en vooral die combi, want. Uh, volgens mij necklace is wel na, is, is een vraag nu ja, trouwens. Is necklace na die combi uitgebracht Dat hun begonnen S Nee voor, dat? Voor, oh, voor Oh dus hij had Oké okay, dus Hij had necklace En Mensen hadden uh, had al geen rem en Ze hadden beide die hadden allebei was een, beide voorbij, een blow up al, Toch Maar vanaf dat hun soort van diffusion gooiden Van ze kwamen samen met die poks Toen ging ze opeens kwijt Ook weer toch Ja Tot voor, voor die, die gelator. Ja. Dus ik denk gewoon dat Wat hun deden die run Dat dat wel soort Hun creëerde gewoon echt iets man ik ga eerlijk zeggen, hun zijn sowieso los van elkaar. Eh, uh, karakters. Ja, toch? Ja. Ja, maar als je oh, hun oh. samen gaat zetten, is. is, is je het, ziet die broer, je hebt het dat gezien ook, oh, weet toch? Plus, ze zijn allebei vrij. Ik vind dat mensen allemaal doen het sowieso hoogste ding. Bro, hij gaat helemaal viraal weer. Ja. Gewoon pak het op. Geen goegoe en zo, broer. Ik wil gewoon gaan jammen door die man, ja, 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 ja. Broer, Ik voel me slecht. Broer, ik ben alsof broer. Ik ben also, die man zeg, wat doe je? Je slaapt nog steeds. Ja, 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 ja. ja Laat je wel mee nadenken in die best pijlen, broer. op maar piep je in jouw broer. Ik hoor Jij gaat helemaal... Dus ik heb wel het gevoel van... We hebben wel zoiets gemist, zeg maar. Die entertaining weer ja, in de Ja zin, zeg maar. Ja, 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 ja. Dat Tuurlijk, wel. is toegevoegde ik waarde. Hoor, dat zeker. sowieso. Zeker, zeker. Maar dat is gewoon wanneer je investeert in je game. Snap je? Die boys zijn... Hoe mensen posten stories per dag. Klap. Snap je? En misschien zonen er twintig mensen uit. Maar er zijn ook tachtig mensen die er dagelijks weer bijkomen. Klopt. Snap je? En dat, dat vergeet, vergeten heel veel en artiesten. En ook nog eens van... Op het moment dat je dan in uh, luiers gaat wakken en met de speen. Kijk, het is voor een ieder hoe ver je wil gaan. Ja. Ik ga nooit, nooit haat op iemand ze grijn, is nee. niet mijn tori. Maar hmm. het heeft wel gewerkt ja, voor ja, hem. Ja, Kijk ja, die cijfers. En, en is wat je zegt van, hij is gewoon, een broer. karak, ja, ja, karakter, karak, karakter. Karakter. Wat jij zegt, <laughs> snap je? En het werkt voor hem. <hacht> ja Snap je, ik geloof niet dat iemand afhaakt omdat hij dat doet. Omdat ik net zo'n fan was, was van hem. Snap je wat hij bedoelt? Hij kan dit. Ja, maar. Ja, dus maar, ja, ja, maar weet je dat ook? Hij oont het ook. Ja, dus, ah. dus bij hem is het niet zo raar dat als. Zeg, voor ik ga hem pemperen. Ik zou het niet zo own als onaars doen met jazz. Nee, maar bij jou ook. Ja, dan zijn die. Bij die tweede zijn we van beginnen dat dansen. Maar waarschijnlijk zou het bij jou ook gewoon echt left gaan. zou de mensen echt mooi Mooie content van vaker. Waarschijnlijk. 100%. Dat zou je kunnen doen. We accepteren hem toch. Maar hij begon met die dansies toch, die soort gekke slangendansen of dat was Mensen aan zijn toer in het begin. Mens, Daarom, want ja, dus... ik vergeet nooit meer mijn Ching hoor. Hij, was... <laughs> <laughs> Hij was elf of zo, hè?

je toch Dat is het wel, dus ja, hij heeft gewoon het letterlijkste doel. Broer, als je een milie binnen bent, ik doe ja, even Solo man. ook, hè? Solo. Niet met broeien fts of zo, hè? Solo. Ja, man. Hey. Gaat uit mensen, man. Gaat ja, mensen, sowieso, man. Ja, man. Maar laten we naar de volgende topic gaan en dan gaan we inzoomen op jullie twee, man. Want Sang. jullie zijn allebei, jullie zijn sowieso nog steeds jong. Maar jullie zijn als extreem young bakeroes begonnen. Jij was 15. Ja, jij was 16. 15, 15. Okay, 15. 15. Wow. Ja, damn. Maar uh, hij was eerder begonnen. <laughs> ja, hij was ook wat ouder dan mij. Snap je? Maar, en ik ben. Ja, hij is nog steeds ouder dan me. Als je nu terugkijkt, zeg maar als 15-jarig artiest en waar je nu bent, wat waren de highs en lows? Zeg maar, wat zou je nu anders hebben gedaan of advies hebben gegeven aan degene toen je 15 was? Mm -hmm. En wat ging goed? Hmm. Zo, goede vraag man. Ik denk, uh, vroeger dacht ik altijd van: ik wil echt graag hulp van andere artiesten, weet je toch? Ik dacht echt van, bro, als ik nu FT klem met, uh, maar eens uit wie, hmm. dan, 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 dan uh, kom ik daar. nu kijk ik van, bro, ik had dat helemaal niet nodig, je weet toch? Dat is gewoon iets wat ik zou zeggen. Goh, je moet gewoon door blijven gaan, gewoon gaan schrijven. Hmm. Dat is echt gewoon één ding wat ik uh, kan zeggen, man. Want je, je was wel echt. Als ik zeg maar terugkijk op jou, want je weet, ik hou van fanfacts, hè? Ja. Dus ik ga weer een fanfact gooien. Um, <laughs> want <laughs> zeg maar voor corona wilden wij eigenlijk zeg maar, een soort record label opstarten. Mm -hmm. En we hadden een shortlist gemaakt. Mm -hmm. en jij stond op die shortlist, man. Ja? Wij waren daar van. Hé, want je was voor mij toen eerst getekend bij Pagara. Of ja, hoor. Ja, ja, toch klop, ja, man. Ja, Voordat ja. ik verder ga, ja. laten we daarop inzoomen. Van, hoe is dat ontstaan? Pagara. Als ik het goed zeg, ik had, ik had mijn eerste tune Stupido, had ik uitgebracht. Mm -hmm. die ging, dat is mijn eerste tune. Die ging ook in een, in, een, in een week, Millie. Mijn eerste tune. Dom. Ik wist niet wat gebeurde. Ik dacht, wat is dit, bro? Ik kreeg ineens Love van Defano, Holwijn. Stuurde, stuurde mijn kino's. In die tijd was Culas was nog niet eens artiest. Mm -hmm. Ik kreeg kino's van Culas. Ik weet gewoon van veel mensen kregen kino's, maar er waren altijd van een show de Love, maar dat was het. Mm -hmm. Kijk, nu, wat ik nu in de scene zie, is als één iemand popt, gaat hij gewoon gaan. Je weet oh. of dan, maar in die tijd was het gewoon, broer. Ey, hij is hard, dat was het. Maar mm. ik begrijp het wel, omdat in die tijd was Frenna nog bezig naar boven aan het gaan. Je weet toch, er was geen ruimte. Nu is er veel ruimte, snap je? Maar in ieder geval, ik had, ik had die stupido had ik gereleased. En daarna, daarna kwam nog een tjong, kwam Spijt. Die, die ging ook, die was in een week acht ton. Mm. Dus ik dacht, ik was hij lid, je weet toch? <laughs> uiteindelijk, uiteindelijk komt uh, Glow in the Dark kwam naar me toe. Mm. Gloene Dag was in die tijd ook super lit, Je weet toch? Ze hadden met S.F.B. Had ze die plaat en zo. Je weet toch? Dus ik dacht van, ik dacht van, oh, wow, die Gloene Dag, je bent bully, je weet toch, Ik dacht van, wat? Ik ga nu ook, ik ga nu groot artiest worden. ik mm -hmm. weet toch? We kwamen met iets, met en hadden samen een label met Pagara Music en al die dingen. Dat is een, een Mattie van hun, we hadden samen een label opgestart en zo. En ik was onwetend. Ik deed alles alleen met mijn moeder en zo. Je weet toch? Dus hadden ze uh, contract aangeboden, hadden we gekeken, papa pap, mijn moeder is wel gewoon, mijn moeder is nog steeds mijn manager. Sterk. Dus... Ja man, dus, uh, mijn, maar mijn moeder is heel slim, weet je. mijn moeder ging met die contractjes naar een uh, muziekadvocaat en zulke dingen, hadden we een paar dingen eruit gehaald, was ik daar getekend voor een uh, paar singles, mm. volgens mij, als ik het, het goed zeg. Ja. En ja, toen had ik gewoon mijn singles daar gedropt en toen ik weg kon gaan, was ik weer weg man. In die tijd had ik toen... Uh, Hadden ze ook een paar andere artiesten, maar ik was volgens mij de enige die lid was. Lit was. Hm. In die tijd had ik nog Shotgun gereleased. Die, die, die is ging ook cool. En dat was de weet tijd man. nog van Musculi. TikTok bestond niet. Hm. Je Weet toch? Dus ik dacht echt van, joh, Ik ga het sowieso uh... kikken. kikken. Snap je? Ja, dat is was, dat was met Pagara, man. En maar, wat was dat je grootste? Heb je die onder Pagara uitgebracht? Ja, man. Was dat ja. de ging die het hardst? Van Amatjus? Die je onder hun heb uitgebracht. Van, bij, hun, bij hun label? Ja, juist. ja man. Ja, man, ze hebben niks is meer. voor 6 miljoen of zo nu toch? Ik weet niet, man. Ik heb lang niet gekeken, man. Ik zeg ik eerlijk, wel, man. Ja, ik laad ja. <laughs> ja? Zes, zes, is die 6 ja, Maar De man. laatste keer dat ik gekeken was, die op 3. Dat ah, is was die goed, ook laat. steeds aan het groeien. Bro, op, man. die tjoen gaat. Om, om, de, om, de, om, de, om de drie weken komt die tjoen weer online op TikTok en zo. Ja, op, gewoon ja. om de drie weken gewoon komt er weer één video van dat en dan. Oh, mijn god, ik weet nog. Een tijdje geleden, toen TikTok net aan was, stond er uh, 56.000 video's op van die sound. Ja, man. En ik had die sound gepost, maar. Uh, hij was iets met die sound is het weggaan. Ja. En eh, hoe, hoe zie je zeg maar je fans bijvoorbeeld als je, want je fans moeten met je meegroeien. Want bijvoorbeeld ja. je hebt al echt sinds 15 jaar heb je fans en ik die zeg, fans ja, waren wel wat jonger. Ja, klopt. Hoe merk je zeg maar groeien ze met je mee of? Mm, ik ah, zeg je eerlijk mijn, mijn nieuwe fans nu. Mijn fans, mijn fans van toen, die zijn die zijn volgens mij weg. Man. Ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> die zijn weg. Ik zeg je om weet je waarom kijk? Uh, volgens mij Stupido kwam in 2016. Ja. Die mensen waren allemaal, dat waren gewoon mijn leeftijdsgenoten die toen naar mij luisterden. Snap je, hun zijn nu ja. allemaal even oud als ik. Hun zien mij nu en denken van, oh ja toch, vroeger weer toch. Dus nu als ik nu kijk, zie ik een hele, hele andere soort generatie en zo. Dan denk ik van, oké okay, ja. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp het gewoon, dat ik zelf dus zo zijn. Ja. waren gewoon mensen van mijn leeftijd die, die vroeger uh, amateurs gingen blazen. Allemaal meiden die nu bijvoorbeeld om mijn influencer zijn geworden. Die nee. dacht, broer, vroeger, eh, vroeger was je niet zo bro, <laughs> Vroeger, <laughs> vroeger oh, was je Xbox liever man. Iets. Nee, 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 niet zo. Maar niet. <laughs> dus je hebt nu, dus je hebt, als je nu kijkt naar je fans, zijn ze iets jonger dan dat ze zijn geen leeftijdsgenoten of zo. Hoe, hoe, hoe zien die fans er nu uit? Ja, nu is het gewoon vanaf, ja, vanaf wat Wat kan ik zeggen? Gewoon vanaf dat een kind op YouTube kan gaan, ja, denk ik. Precies. Tot en met laatst ging ik kijken op Spotify. En door die laatste tune is het, is het even veranderd. Nu, nu sta ik op, uh, op uh, 18 tot 24. Ja, maar sterk wel. Goede toring man. Sterk. Maar om een fanfact even af te maken. <laughs> ja. Je stond op een shortlist. Ja, dus ja. we wilden je benaderen. Ja. Uh, want volgens mij 2020 of zo, toen ging je daar weg. Ja. En toen zag ik voor mij een keer Yatun tune uitgeroepen en die was zelfmeet zonder Ik zag hé paar garen en dacht van hey boys. Ja, dat is mijn moeder. Mijn moeder zet, zet daaronder van yo. <laughs> ja, je, weet je <laughs> toch? Statement. Zelfmeet, klaar. Ja, ja, ja. Hoor niks horen. Maar ja. Uh, ja, want we, we wilden toen zeg rek maar, het label op maar Het ging niet meer door. Waren benadruk, dus om een label. Doen. Maar je, je we waren ik, al vroeg ik bij Ik denk jou, dat man. als je in je DM kijkt, dat ik je sowieso een paar keer heb gecheckt voor <laughs> een paar artiesten van ons, man. 100%. Waar ja? wij deden management van een aantal artiesten en we hebben je sowieso een paar keer gecheckt ja, voor ons. Ja, Waarom al sowieso deze, kort op, je, man? Maar waarschijnlijk sta no, ik nog steeds in verzoeken, weet toch? <laughs> hey, nee, nee, nee. Niet zo, niet zo, niet zo. Maar wel love, maar wel love. Ja, maar, weet je, het is maar ik heb wel nog een vraag, want je ja. zegt, je bent weggegaan. Wat ja. is de reden voor jou geweest waarom je dacht van ik wil dit niet voortzetten? Het was het gewoon niet. Snap was ik? jij te biggie voor die label? Ik wil het niet per se zo mm, zeggen. Ik je kan het, niet, het wel ja, gewoon he. zeggen, manpa. Dat veel. <laughs> yeah, weet je wat is? Ze waren zeg maar een label. Net opgestart, maar dat had ik op dat moment ergens niet nodig. Ik had iets anders nodig met dat mensen echt gewoon achter jou staan en jou meer naar, naar, naar boven kunnen pushen. Een Motor, was het... echt een motor die dat ja die toch al gewoon, ja is. toch snap je en, en dat had ik niet. Dan We waren meer van om met jou mee aan het groeien. Ja, ja dat was het. Maar, ja, was het. maar hebben dat ze überhaupt wel iets voor jou betekend in die tijd als jij nu terugkijkt? <laughs> Hij had het ook zelf. Kunnen. Nee man, nee nee. Kijk, nee? nee, nee man, niet echt van toegevoegde waarde. Nee maar. man. Ze helemaal hebben geen deuren geopend, geen FT's geregeld, geen marketing niks. game, niks. Die producer met wie ik dus die, mijn, mijn hartstation daar heb gemaakt, mm -hmm. was mijn eigen producer. Met wie ik al werkte voordat ik bij hen was. Snap je dus? enige wat ze me wel veel hebben gegeven is gewoon studiotijd. Wie, wie was die guy? No maar. Nee? Oh, sorry. Nee, <laughs> nee, die producer hebben ze. Oh, ik dacht. gedaan. Wie is die Libo-eigenaar? eigen nee, nee, eigenaar Die producer <laughs> met wie je eigen. Oh, China, China, man. Shout out naar China. China out laatste Aga ook toch? Ja, ook Aga, man. En hij beweegt nu ook. Hij stuurt me af en toe dingen. Hij is met veel artiesten nu. Bro, met China ben ik dit allemaal begonnen, man. Met China ben ik begonnen sinds jongens. Shout-out naar China. Ja, ja man, Die tune no met Lafiel sowieso, grijs gedraaid <laughs> <laughs> Maar China was vroeger... Vroeg vroeg heeft vroeg gewoon een tune met Doughboy die gewoon platina is hè. <laughs> welke? Ja? Ja man, welke? Doe Relax? Oh Doe Relax. Ja man, dat is van China, volgens mij man. En hij heeft natuurlijk die... Oh ja man, hoe doe je het zeggen man? China. En hij heeft die remix van Rihanna, die work. Ja, die ging kwijt op TikTok. Ja, die ja, pop ja, ook ja, gebruikt ja, bij zijn shows en ja. zo. Bro, Rihanna blaast die tune zelfs. Bij ja? zijn ja, shows en ja. zo. Ja, ja. Ja, maar hij ja, heeft man. ook wel goede samenwerking. Ook. Gewoon. Nu in de artiest is hij wel een soort van. Kijk, misschien heeft Bigs net iets meer een soort van cijfers gehaald ofzo. Maar hij is wel in principe in die wave komt hij nu op, toch? Ja, ja, ja toch? Wij zijn sowieso veel met hem. Ja, Hij ja, levert man, wel kwaliteit. niet. Rochina ja, is echt hard. En gewoon ja, al sinds jong werk met hem. Mijn eerste tune was ook gewoon met hem. dus... Ja, we hebben hem ook een keer benaderd, maar we zitten ook in die DM sowieso te <laughs> nee, 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 met, met China hebben we gesprek ja, wel, gaan, ja, wel. We hebben oh, ja, ja. gesprek cool. gehad, ja, We hebben met gesprek gehad, jawel man, 100. Heeft hij niet Most... ook gewoon wel met Lienz gewerkt? Ja, toch? ja, ja, hij heeft met uh, Lienz gewerkt. En hem ja. ook, sowieso. Ja. Ja. Kijk, maar, dan komen we nu <coughs> bij jou, man. Hoe is het voor jou gegaan? Want, is natuurlijk wel al veel bekend hè, Proma gaf je een zijn ja. toen kom je bij Chief Maar ik ben eigenlijk meer benieuwd bij jou, bij, want je kwam bij die camp toen, de real wave. Ja. Hoe voelde dat voor jou? De Real New Wave. Hoe oh, de Real Wave oh, yeah. voelde, was, gewoon van. Ik was niet naar daar gestuurd om pokoes te maken in instantie. Mm. Het was gewoon om te kijken, kijk. Ik weet niet, hun marketing, voordat het zeg maar. voordat iedereen wist dat het een schrijverskamp zou zijn, ging iedereen een dubbel cup posten met de Real Wave zo erop. Mm. Het was zeg maar, en iedereen dacht van: wow, wat gaat er nu? Sowieso komt er een schrijverskamp. En ik hoopte dat, zeg maar, en Proma zeg maar, was gewoon. is nog steeds mijn Brada. En. Hij ging gewoon van me zeggen van, hey, yo, ik ga jongen van jullie sturen. Ja, en daar is. ging mij weer baren van, broer, je gaat naar daar. Je bent niet op die lijst van, je moet daar, weet je toch, zijn. Maar ga wel naar daar, want je weet toch, je, je vertegenwoordigt mijn naam ook. Mm. Dus laat wel zien wat Mo is. Ik ga naar daar, bro. Kom in. Also met J.J.Halsen, Chief Ox. Uh, pff, noem maar op. Figo Gang was destijds, ik was mm, gewoon fan van, iedereen, van yeah. iedereen die daar yeah. was, snap je? Dus ik denk van, hé? Eh? <laughs> <Je laughs> ik ben sowieso niet op mijn mondje gevallen. Mm. En ik ben sowieso ook op die tip van, bro... Maakt niet uit wie Ja, 15 man. Ik was op die TV, maakt niet uit wie je bent, broer. Want je aan een meer keer de hoed, you know? Ja, broer. Ik wil het laten lukken, begrijp je? Dus nu ga ik elke studio, broer. Ik claim iedereen. Ik zeg tegen Ox, allemaal tegen Oud en Guido Night. mag ik dadelijk sessie met jullie, toch? Dadelijk regel me en zo. Nu ga ik in die osso. Ik creëer Sentje Eddie ken je die tune Van mij met Figo Gang. Ja, toch? Broer, Sentje Eddy, eerste tune die ik creëer in die osso. Pap, nu die mannen zien dan van, oké, okay, deze jongen is <tomst> Je weet toch? Toon is gezet. papa ja, staat ook op die poker. Ja, 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 maar ja. hij is pas later erop gekomen. Oh, okay, ja. Dus nu ben ik aan het bewegen, zeg maar, snap je wat ik bedoel? Nu ik heb die eerste ladder gezet. Nu gaan we naar die volgende stap. Nu Gideon uit de zien van, oké, naar Ik Kom in die kamer. Uh, Shiva was er nog niet, ik was eens alleen. Ik heb een flow. Ik durf die flow niet te zetten. <tomst> <tomst> je weet wat ik bedoel? Want, Eerlijk, toch? Dat was die tijd van uh, out of town en zo, bro. Oud was hard, bro. Geen Oshabar, geen. Quincy Barra van broer. Zet hem met Oud. Zet me met Oud, me broer. Dat is gewoon. Weet je toch, nu denken youngboys boys ook van hey, ik wil Echt met bigs werken. Snap je? Nee, dat nee, was nee, gewoon yeah, met Oud. Ik had dat gewoon met Oud. Ja, man, dat was echt lid. Broer man. hij was Wonder. top lid. Weet je toch? Nu kom ik in die sessie met hem. Ik ben shaky. <laughs> nu heb ik die flow. Nu zie ik in die kamer. Hou die flow. Weet je toch, zag mijn dat? Ik moppel hem. <laughs> nu hij zegt: broer, zet dit erop, man. Nu ik zei, ik wil weer een nieuwe chain. Pop, pop, pop. Nu iedereen in die osse komt ze horen van wat, wow, dit is een anthem. Toen waren we in een feit zeg maar, tussen twee tune's wat ik ga uitbrengen. Toen. Maar omdat ik eigenlijk niet op die kamp hoorde, hmm. zeg maar, mijn naam was niet op die, ja. hoe noem maar dat op die lista zeg maar, van jij hoort hier. Dan ja, dachten ze dus van hmm, misschien gaan we gewoon een ox geven met Charlie. Omdat toen waren we waren bij OJ en Unforgettable. Hmm. Maar bro, uiteindelijk heeft die muzikaliteit gewoon voor zichzelf gesproken, hebben ze die tune uitgebracht. was het ook het grootste nummer op die tape. Geek, man. Was ook echt, dat was ook echt een Anthem. Zeg maar. ja, voor mij zeker. stond het tantumal op. Volgens. Zeker, zeker, zeker. Maar als je daar nu even dan op terugkijkt, want uh, uiteindelijk is er gekozen voor de naam The Real Wave. Denk je niet dat die naam zeg maar die wave juist heeft geblokkeerd? Dus The Real Wave heeft die, onze wave geblokkeerd? Ja, toch? Want die het naam. is meer van. Je had de New Wave. Maar dit is de real new wave, wave. Dus de, de, treffen, de new wave. Ik ja. ja. ga je eerlijk zeggen bro, toen ik hoorde van ik kon gaan, bro, ik was niet op nadenken. <laughs> <Ja>, toch, bro, <laughs> ja, ik kan nu naar met awesome Chief en zo, bro, was die, die tijd van, Jesus peace, yeah. give them zo, bro, wat? Ik ga gelijk gaan. Bro, die naam, al oh was het de old wave, bro, ik zou gaan. Ja bro, tuurlijk, tuurlijk, <laughs> ja bro, tuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, hoe jullie het zo zeggen? Dat was het ding was wel een statement, weet je kijk jij zat, Jij zat zeg maar, zo diep erin als, als bully. Yeah. en je keek naar niks. alleen televisie ja, voor je eigen grind. Ja. Snap je? Maar buitenstaanders. en onder andere wij. Ja. keken wel voor. oké, okay, het is een statement. Ja, je? Als, je, statement als je nu maar... erop zeg maar, terugkijkt. Ben, van dus je had de New wel. Wave. en dan kom je met dat. dan is van. Ey, dit is de overtreffende trap. Dus dan kijk je al met. meer verwachting naar dat project. Maar kijk, weet je wat het is waarom ik volgens mij. denk dat het de New Wave is? Omdat. na de echte New Wave. die eerste, zeg maar. Was er een, werd, er wave, werd er een paar waves gecreëerd wat niet real was? Ik, ik zie dat nu nog steeds. Bepaalde young boys worden gepushed. Als er een nieuwe, nieuwe wave gemaakt gaat worden, gaat het in kampen zijn. Snap je? Mm. Nou bro, je moet gewoon eerlijk zijn. En daar heb je een harde jongen in, daar heb je een harde jongen in. jullie als partijen niet met elkaar, bro. Je moet hun gewoon bij elkaar zetten. Alleen zo ga je zeg maar, een echte wave creëren als hoe het vroeger was, zeg maar. Toch? Ja, toch? Gore, ja. En dat is zeg maar, daarom denk ik dat ze het de Real Wave hebben genoemd. En bro, ik ben sowieso blij dat ik onderdeel ben geweest van de Real Wave. Want het, het heeft wel echt mijn gedaan. deur geopend en het heeft me wel naar hier gebracht tot de dag van je Daarna getekend, unforgettable. Ja, zeker. Vertel mm. eens daar wat over man. Hoe was jouw, ja eigenlijk gewoon heel jouw proces bij unforgettable? Onvergetelijk. Oh, <laughs> <laughs> het was wel een onvergetelijke proces. Weet je toch veel klappen, veel tegenslagen, want het was natuurlijk ook schief. Mm. Het was schief. De eerste artiest die echt waarvan hij zegt van ja man, hij kon er echt echt wat mee, zeg maar. Daarom. Dat is voor hem ook gewoon nieuw. Ik, ben, ik was daar, we hadden geen pand eerst, weet je toch? Mm -hmm. Ik ben me het echt samen opgebouwd. Hetzelfde geld als wat deze man zei, weet je toch? Gewoon een beetje samen gegroeid. Maar ja, weet je toch? Hij heeft me echt gegund man. Hij heeft me wel gegund. Hij heeft me laten zien hoe je poko's maakt. man, bro, ik had één poko zeg maar. Mm -hmm. Dat was de eerste serieuze poko die ik echt op had genomen in Logic. Zo serieus, serieus, snap je? Met adlibs, alles erop en eraan. Ik wist niet eens wat chops waren. Die beat <laughs> stop en zo. Ik ben in shock. Ik denk, wow, die <laughs> ja, moet dat doen, weet je toch? Dus hij heeft me laten zien van oké, okay, daarom nu als je terug gaat luisteren naar mijn muziek, zeg maar, probeer ik soms ook wel dingetjes die ik van hem heb geleerd ja. erin toe te be, op bepaalde bars soms te gebruiken die wel blijven hangen, ook in bepaalde hoeken blijven hangen. Zeg maar, dat zijn dingetjes die hij me wel echt allemaal heeft meegegeven. Want muzikaal gezien vind ik hem ook gewoon een van de sterkste in Nederland, je weet je toch? Zeker, zeker. Dus, Jum, dus dat ja, is dat een beetje man, tekenen. ik heb veel geleerd, veel geleerd op muzikaal gebied en uh, op marketing en... Noem maar op, heb ik mezelf heel veel zelf moeten aanleren, toch? Omdat het ja, was niet echt een vol met eenaar, zoals bij Top Notch of mm. weet je toch? Ja, toch? Ik heb wel nog een vraag dan voor, uh, voor die, die periode die dan volgt. Van, want je bent gewoon cool met Chief. Je zijn dus ook gewoon goed uit elkaar gegaan, zeker, toch? Qua label wij? Ja, zeker. Um, maar vaak hoor je, of ja, eigenlijk bijna altijd hoor je vast, artiest en uh, label uit elkaar gaan. Want uh, vraag dat, je, bent, je hebt niet je contact uitgediend, toch? Je bent tussentijds, heb je die overstap gemaakt? Ja, klopt. Dat dus meestal als je zoiets hoort, dan is er altijd iets gebeurd. Of toch, bad vibes of wat dan ook. Maar dat is, voor wat ik heb gehoord, dan niet zeg maar, tussen jullie, ge, nee, toch? Nee. Geweest. Hoe is dat, zeg maar, dat kleine stukje, hoe is die periode geweest? van? Hoe zijn jullie tot dat besef gekomen van oké? Okay, voor jouw carrière, of hoe dan ook, is dit misschien een betere stap om ergens anders te gaan? Kijk, hij is gewoon mijn brother. Dat is de basis van onze band. Ik heb heel veel bij hem geslapen. Ik heb, hij heeft me kleren gegeven in een tijd dat ik bijna, dat ik geen pap had voor kleren, weet je toch? Mm -hmm. Om mezelf goed te profileren. Um, dus hij is ook gewoon real met me, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Hij was ook gewoon, en tot de dag van vandaag is hij gewoon real met me. En hij merkte gewoon aan zichzelf en aan het team dat hij mij niet naar die next level kon brengen. En eigenlijk die level waar we zijn gekomen was al Ver. Want boven. we hadden die last van je, die Guns N' Roses? Mm -hmm. En dat waren, als je gaat kijken naar die clips, zie je allemaal co produce bij mij, zeg maar. Ik heb alles, ik deed alles echt bijna zelf. Gewoon script schrijven tot aan marketing-wise. En hij was ook gewoon realistisch en hij zag ook gewoon in van: yo, ik ga jou niet naar die next level kunnen brengen. Dus mm -hmm. gewoon van hak naar de tak. Het was gewoon, ik weet niet, volgens mij, ja, we hebben gewoon van die avond-confos, die late-night confos, belden we met elkaar. Zei van, ik zeg je eerlijk, Dior, ik denk dat het voor jou tijd is om. Weet je, 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 je toch, los, om je los te laten, want mijn netwerk en zo, het stopt hierbij. Je weet je toch, ik ga jou niet kunnen brengen naar die next level en nu ben je in die. Je hebt jezelf in een bepaalde flow gezet, in een goede run, invite, dat op paar millis, last fight had de familie's, die Gonzalo's toen had een paar die No More ging ook goed. Zij van, tch. ik ga je niet verder kunnen helpen. Oh, is en, dus die plafonds. Ja, zeg maar. ja, ik ga wel met je verder zoeken naar. Partijen dat die voor jou goed zijn, uh, Sony, Avalon, gewoon iedereen die hij kent, wil gewoon bij zijn en me advies geven. Van, joh, dit zal goed voor jou zijn, want hij wil me niet loslaten en aan de leeuw ja. overlaten. Ja, cool. dus nou, Wel puur dat hij dat gewoon vanuit zichzelf ja, soort van, Weet toch? Terwijl je zegt, ego opzij ja, zetten. Ja, zekker, dat zeker. zegt iets over jullie band. Ja, je hebt al, ja. al nu een soort voorzetje gegeven, dan vijf je zeg maar in dat proces ook nog geholpen. Hm. Want heeft hij, hoe belangrijk was hij in die keuze voor jou voor Avalon, want Arno, zeg maar is dan ook Avalon mm. en hij is zijn, manager. zijn manager. Snap je? Dus was dat een 1 of was het wel dat je echt met dat je meerdere opties echt hebt? Ik ga je eerlijk dat zeggen, dat je mijn hebt... moe was. Ik ga independent gaan. Ja. Mm. ja, maar ik dacht gewoon van, bro, eerlijk gezegd toen ik wegging bij Chief, want het ging, het was eigenlijk, ik had mijn contract niet afgezeten, mm -hmm. uitgezeten en het was gewoon zomaar ineens als ik weg, zeg maar. Ik dacht gewoon van, ja man, nu gaat nog zomaar sowieso willen. <lacht> 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 nu ik ben weg. Die niemand heeft interesse. Ik denk, hé hey broer, dat was gewoon wel echt een klap in mijn gezicht. Ja. Ik dacht van wat? dacht Weet je wat? Fuck iedereen. Ik dacht gewoon, ja, ik zit zo niet van wat aan gebruiken. Maar ja, ik dacht van ja. die, Scott iedereen. broer ik ga het gewoon zelf doen. Weet je toch? Chief, kijk, Siv wou me niet in de hoeken doen. Dus zeg ga naar Avalon. Ik heb ook niet die gesprek op zich gezet. Hij gaat gewoon aangeven. Avalon zou ook wel bijpassen. Maar ja, het is ook zo'n manager. Dus hij wil me ja. niet te vaar gevoegd geven. dadelijk gaat het fout en dan ja. heeft hij me gedoe. Ja, ja, snap je? Ja, toen ben ik gewoon, heb ik een klein rondje gemaakt, ben ik langs Sony gegaan, met Sony gesproken. Na die gesprek dacht ik ook gewoon van, nou man, ik ga gewoon independent, broer. skip alles. Toen zijn mijn manager, dus destijds, die destijds mijn manager was, gewoon nu nog steeds mijn brada. Hij zei van, uh, probeer ook gewoon een gesprek aan te gaan bij Avalon, je weet toch, het is niet slecht. Je weet toch, ze zijn goed met marketing, jij bent nu ook heel goed met marketing. We kunnen jullie jou misschien wel daarin steunen. Ben ik daar een gesprek gaan gegaan bij Avalon. Ja, die had ik zeg, ja man. <laughs> oh, hier zijn. Ja, ja, dan. Die mannen gaf me een goede vierie, broer. Ik voel me thuis, weet <laughs> toch? Ik kom eigenlijk ook uit de familie bij Unforgettable. Nu ben ik ook weer in de familie bij Avalon. Het is niet kantooruren, ik kan me eenhaar maar tot acht uur baden, ja, of... heet 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 toch? Ik heb een zo strakke band, broer. We praten gewoon straat aan met elkaar en zo. En dat, 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 Ik ben ook nog jong, dus dat, dat heb ik ook wel een beetje nodig. Past bij je dan nu? Ja, toch? En daarom werkt het ook gewoon. Dus hij heeft niet echt veel in die Avalon. Hij heeft het wel opgegooid bij mij. Maar ik dacht gewoon vroeger van: Avril, hij heeft al vrije keuze gelaten. Ja. van kijk wat best belangrijk was. Ja, ja, maar. Wat is soort van, als je nu kijkt, dan is het, ja, het grootste verschil tussen bijvoorbeeld een iets grotere label en een Unforgettable. Wat zijn de grootste verschillen? Het grootste verschil is gewoon dat jij eigenlijk, kijk, normaal heb ik mij, bij Unforgettable mij denkwijze. En er waren geen andere creatieve dingen, zeg maar zo echt. ja Archief, maar hij is artiest, weet je ja. toch? Hij is niet echt zo creatief bezig met mij zoals hij met zichzelf is. Want je denkt aan jezelf, toch? Dus wat ik heb nu bij Afalon, wat het verschil is, is dat er zijn zoveel creatieve mensen zijn die echt voor me werken, toch? Dat als ik met een idee kom, dat we me kunnen aanvullen van, hm, oké, okay, dit is hard, maar laten we hem zo pakken. En die zegt ook weer, oké, okay, dat is ook hard, maar laten we hem zo pakken. Wat Is dat nog, staat dat nog dicht bij jou, of wil je ja. dat niet doen? En dan zeg ik van, mmm, misschien is het iets te ver van mij. En soms is het wel van, bro, komt er een idee uit wat je nog, zelf nooit zou kunnen ja. bedenken, zeg maar. Wat je nog groter maakt. En je kan die, veel sparren gewoon. Ja, ja volledig met jou bezig zijn. Ja, als toch, artiest. mensen die gewoon op mij is, echt op me zijn, zeg maar. En dat was zeg maar, echt maar als je bij artiest tekent, zeg maar die ook in zijn eigen rol is, want destijds had hij come online en zo, weet je toch. Is moeilijk om zijn focus 100% op jou te laten 100%. liggen. Maar ik denk als je hem wat breder trekt, dat echt bijna elke artiest die een label heeft, is tegen deze issues, zeg maar tegen deze issues zijn aangelopen. Ja, zeker. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Verena met zijn 777 ook van op het moment dat hij hard gaat, is het moeilijk om ook die volledige aandacht op je artiesten te leveren. En ik denk dat elke artiest, grote artiest die een label heeft, die dit heeft ervaren. Zeker, van zeker. Het is, het is, je onderschat het snel hoeveel erbij komt kijken om artiesten echt te pushen. Veel mensen hebben het onderschat. alle, ik denk 9 van de 10 artiesten die een label hebben opgezet hebben het onderschat. Die ja. ja. team moet echt twee, drie keer zo groot. Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Dus dat dan, man. Okay. Chief is gewoon uh, mijn brother en nu ben ik gewoon nog steeds in een familie waar hij ja. ook nog steeds in zit, zeg maar. Zal ja man. One big happy family. Ja, toch. Maar nu we toch op hè, deze subject zijn gekomen, um, voor jou. Want jij, ik ben natuurlijk begonnen met Pagara. Of in mm. ieder geval, je was bij Pagara, je ging solo, je hebt nu getekend bij Top Notch. Ja. Waarom is de keuze voor jou op Top Notch gevallen? Ja, uh, <laughs> ja hoe leg je dat eens? Gewoon, mijn manager was... Uh, hij werkte ook bij TopNotch. Mm -hmm. Super gaande en zo. Dus bij mij was het niet echt. Labels checkten mij niet echt. Je weet toch, er waren gewoon mensen die, die, die zien jou. Maar ze gewoon eens kijken gewoon naar jou op een afstandje. Gewoon. En uh, TopNotch had ons gewoon gecheckt. En uh, hadden we gewoon een uh, goede deal gemaakt. <laughs> ja. <laughs> Kort maar krachtig zijn we gewoon doorheen gaan. Ik, ik ben getekend daar. John is getekend daar. We hebben een uh, goede deal. Dus ja. Jullie zijn gewoon apart getekend dan? We zijn apart, apart zijn van elkaar worden. getekend. Ja, ja. Nou, nou, hoi, ja. Ja. Ik hoor je. Hij komt vraag. nog iets samen. Ja. Nee, ik, precies. Ik heb, ik heb wel daar zeg maar, wat. Ik een beetje checken naar. Uh, sowieso, wat je zegt klopt eigenlijk wel qua uh, beeldvorming. Heb ik dat ook wel een beetje van. Zeg maar, ik zag kleine John, Chavante. Ik zag jullie, zeg maar, met die hele movement. wat jullie doen. Maar ook met, zeg maar, op TikTok, die game van jullie. en die, die gang eromheen. En ik zag het soort van bewegen als een soort eigen hele. He, jullie, jullie hadden een soort van een hele eigen run, zeg maar, met jullie. Ik heb nooit het idee gehad dat jullie echt, zeg maar, die, die assistentie of die hulp nodig hadden of zo Jullie creëerden jullie eigen soort movement en ja. jullie gingen gewoon viraal, snap je? Ja. Echt op jullie manier, jullie creëerden gewoon zelf iets. Ja. Maar, uh, want als je kijkt, je hebt, uh, met CC zei je toch, die, ja. die Volgens mij heb je vanaf dat jij en John dan begonnen, zeg maar, met pokus maken en dat jullie echt viraal gingen, jullie ja. hebben gekke cijfers gepakt. Ja. Is er volgens mij in die tussentijd één tune geweest die jij dan hebt gereleased, volgens mij met CC, die niet was met John. Ja. En daarna, zeg maar, in die tussentijd is alles met hem geweest. Ja, ja klopt. En nu is hij getekend bij TN, jij. Zijn jullie wel een soort van samen benaderd of, of is dit echt los van elkaar geweest? We zijn gewoon samen benaderd, maar we wouden al, kijk, in, in die tussentijd, zeg maar, John is zeg maar, dus begonnen met mij. Mm -hmm. Hij was, hij, was geen, hij was geen artiest. Hij was geen solo-artiest. Nee, hij, was, hij, 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 was, hij had wel een paar tunes uit en zo, maar broer, volgens mij heeft hij dat ook eraf gehaald nu. Mm -hmm. Hij was meer van, hij wou het wel echt, weet je toch? En, en dat begon met Selafie. Toen hij had hij die tune al klaarstaan. Ik was al artiest natuurlijk, ik had al tunes uh, uh, online staan. En toen zei hij tegen mij van, John, John Bardo, kijk, okay, we waren altijd gewoon goed, maar hij was gewoon YouTuber, ik was gewoon artiest. En af en toe vroeg hij mij voor een, voor een video. En volgens mij zijn eerste video die hij had gedaan op straat... ...was met mij. En dat was ook zijn eerste video die hard ging. Snap je? Dus we waren gewoon ook altijd gewoon goed gebleven met elkaar. En hij had die Tune via. En toen had hij mij gewoon gebaard van... ...hé, hey, joh, wil je op deze Tune springen? Maar mm. ik dacht van, hé, je bent toch... Je bent niet direct. Je, 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 je bent geen artiest. Hoor. Je, toch, je bent gewoon YouTuber. Maar, zoals, zoals, zoals als hij bij CC ...ik ben gewoon iemand... Ik, ...ik geef kansen, je weet toch? Zo ben ik gewoon. Dus ik zeg tegen hem, hé... Hey, die Tune Salafi, ik zit in de auto en hij blijft wel in mijn hoofd. Hij zegt maar ja, hij zegt, weet je wat, kom erop. Maar die Salafi was, hoe die eerst was, mm. dus die eerste versie, was niet aan. <laughs> maar... <laughs> hij moest nog gefijntuned worden, zeg maar. Ah, die eerste versie, ik, ik weet zeker als je nu aan John gaat vragen en je gaat dan vragen hoe was die eerste versie, hij gaat ook zeggen: van, Hij was niet aan. Mm. Hij <laughs> was niet aan. Maar weet potentie. Haat potentie, waarom? Omdat ik, hoor, ik, ik ben in de waggie en ik heb die ding gehoord. En ik dacht: van, no, man, ik vind het niet hard. Maar ik ben aan het rijden en ik zing wel die PC. Dus ik dacht: Weet je wat? Als je dit wil doen, ik ga erop. Maar wat gaan we doen? We gaan heel die bitcoin halen. En volgens mij. Nee, laat nou maar. We gaan heel die beatco halen. maar. We gaan heel die bitcoin halen. En dan gaan we alles opnieuw tapen en dan gaan we het gewoon, je weet toch, in een nieuw jasje zetten. Mm. Had ik Bix gebaard, had ik Juliano gebaard, had ik Shinna gebaard. Zaten we met z'n drieën in de studio. John kwam naar daar hebben we heel die tune opnieuw geflipt. En sinds toen zagen we dat het werkte. En, mm. en het was niet zo van, zeg maar hij had, hij had die TikTok al online gegooid van Salafi. En hij ging al een beetje komen cool met die dingen. Die eerste ja zeg maar. Ja, toch, die, met die eerste. Maar het was niet zo van dat, oké, okay, omdat hij cool ging... En ik ben erop gekomen en ben ik zeg maar met hem meege... We maar hebben van, gewoon iets nieuws gecreëerd. Ja, we hebben iets nieuws gecreëerd. En dat was eigenlijk dus gewoon mijn, mijn, mijn stijl. En dat ging ook... En mijn first ging ook nog komen zeg maar, op TikTok. Je weet toch? Dus toen, toen, toen dachten we ook van... Hè? Er is iets hier. Je toch? Het werkt. En John was gelijk van... John was gelijk van... Uh, net als hoe Dior gretig was. Zo mm -hmm. was John ook echt uh, gretig. bij mij was het meer van... Bro, ik doe dit zo lang... Ik ben gewoon van weet je wat wat komt, dat komt. Je weet wel, die, die, die hongerigheid bij mij was al een beetje weggegaan. Want mm -hmm. ik was hongerig in de tijd van stupido en zo. Niemand wou me helpen. Snap je? Dus dan dacht ik van weet je wat, ik doe alles zelf. En uiteindelijk, uh, toen dachten we van weet je wat, we gaan gewoon meer tunes, meer tunes. En na, na, uh, toen gingen we alleen maar studio sessies pakken. En na Salafie kwam Quscu mm -hmm. als ik het goed heb. Ik kwam skusku, en ik weet, ik was met John in een uh, sessie was met China. Is, we zitten, die beat, weet je, is, is best een moeilijke beat, zeg maar, weet toch, het lijkt, sommige mensen denken van, ik vind, ik, ik zelf vind urban beat, zeg maar, dus met die bounce en zo vind ik moeilijker dan een trap of drill of iets anders. De, voor mij is dat easier gewoon. Maar die, die urban tune omdat, je, je maakt iets dat iemand ook gewoon in een good vibe moet brengen, snap je? Dus toen waren we, sinds dat die beat ik denk, hé, hey, hey, wat ga ik hierop zetten, bro we zitten toon te lang in de studio. John ligt laag al oh, achterin. China was, China, China was op de bank aan het slapen en ik ben gewoon achter die lap. Ik ben aan het luisteren van broer, wat ga ik pakken? Wat ga ik pakken? Uiteindelijk krijg je mijn discussie. Ik, ik tape die ding. Ik zeg tegen: China, broer, maar hij mist iets. Hij zegt broer, wat mist het? Ik zeg, broer, hij mist alleen een ja, broer. Ik zeg ja, achter Uiteindelijk, ik heb heel die ding geflipt. Ik zeg tegen John, bro, zet first. John, John wil first zetten, hij kan niet. Maar John, John, is, John, is, John, is, heel, um, hij is Weet heel, uh, hoe, lang, hoe zeg je dat? Om, hij is doorzetten. Ja, ja, nee, 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 nee. Hij, hij zeg maar, als hij iets niet kan, hij denkt, bon. Oh. Zo is hij. Oh. Ja, helemaal ja, oh, <laughs> <laughs> overgekeerd. Hoe noem je dat? Hij is heel fanatiek, dat is John. Yeah. Hij is heel fanatiek, maar als, als iets niet lukt, is hij van, skip. Dus bro, hij wil voorzetten, hij wil voorzetten, hij, hij komt op niks. Hij zegt, mijn bro, pak deze gewoon solo. Ik zeg, no... Ik zeg, Yusuf zegt ik kom erop. Hij zegt, norm pak deze gewoon solo. Uiteindelijk, wat heeft John gedaan? Hij ging, hij ging naar Osso. in die tijd. Hij had niet rijbewijs, hij was gewoon met trein. Hij ging naar Osso. Die man heeft oortjes ingedaan als huiswerk. Oh, hij gewoon als nee, huiswerk. Nee. Hij ging pennen in dingen. Hij komt volgende sessie met de harde first. Mm -hmm. Bap, tweede tune gaat weer cool. Toen dacht ik van, hé broer, we moeten dit, dit gewoon aanpakken. Maar, ja, Je weet, we moeten dit gewoon aanhouden. Gewoon, we moeten gewoon door blijven gaan. Wat kwam toen? Toen kwam volgens mij... Zina. Zina, Zina was, was de tune die ik weer had solo flip. John stond niet op die tune. Je weet toch, toen, je weet toch, kijk wat het was van. De mensen om mij heen zeggen: van... Bro, je bent zo lang bezig. Nu moet je het weer, je weet toch, zelf doorpakken. Maar ik ben iemand van, bro, ik vind gewoon lauw om met hem samen te werken. Je weet toch, we pakken alles samen. En, en ik ben echt niet zakelijk. Totaal niet. Ja, Als je gewoon gaat, lobbyen, Echt, bro. totaal niet. Gewoon. Je ja. weet toch, ik, in die tijd, ik, je kan mij vragen: 50% bro, ik geef jou. Mm -hmm. ik, ik geef jou. Zo was het. Dus ik had Zina gemaakt en op Zina stond. Fun fact voor jou nu. <laughs> fun fact voor jou. Op Zina had ik eerst solo gemaakt. Mm -hmm. En in die tijd was in, in uh, Spijkenisse was, uh, een studio. En daar kwam Fik en zo altijd. En, en Bix had connecties. Kulas en Blakka stond op Zina. Mm. Ja man, stond op Zina. Domme fun dus stonden... fact. Ja toch? Ja, zeker. had het. Maar in geval, en Blakka stonden op Zina. was gewoon echt hard. was hard. En toen dacht ik van, oké, okay, deze ga ik nu droppen. En dan zonder John. Uiteindelijk... Uh, was er gewoon gebeurd en zo. Toen dacht ik: van ja, ja, is lastig. Je weet toch, is lastig om dit nu zo uit te brengen. Mm. En uh, toen, toen zei, iedereen, zei iedereen tegen mij: van maak die Tsjouge helemaal solo af. Toen dacht ik: ah, oké, okay, is goed. Maar je weet toch, je bent altijd met John. Je weet, ik was die dagen was ik elke dag met hem, elke dag met hem. We gingen hier, daar, opnames, dit, dat, zo. Dus op een gegeven moment dacht ik, zei ik gewoon tegen hem: van, bro, ik heb gewoon ook een vers op Sina. Hebben ja, first op Siena aangetekend, bam, ging ook op. Ja, toen dacht ik gewoon van ja, we gaan dit gewoon doorpakken. Gingen we ook shows samen doen, kijk. je weet toch? En sowieso is het gewoon ontstaan. Dus kijk, we zijn niet echt een duo, nee. maar het was gewoon van. Alles wat we deden was gewoon. Maar we deden het ook gewoon met plezier, snap je? Het was gewoon van bro, we zijn toch elke dag samen. Gewoon natuurlijk. Ja, toch was echt natuurlijk. En ik snap wel dat mensen dat zien als duo als je dit niet uitlegt, snap je? Ik had dat zelf ook. Ja, ja toch? Iedereen, iedereen. Bro, ik keek iets meer van een afstand, snap je? Van, ik volgde jullie niet op de voet, ja. Maar... Jullie maakten gewoon echt geluid. Ja, 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 dus ja, dat cool. viel op. Ja, ja, ja. En dan elke keer kleine John Chavante, ook bij Vanix. Ja, X. Ja, ja, ja. hebben jullie gekke sessies daar gehad. Dus ja, ik zag jullie inderdaad ook als een duo. Ja, je? Alleen, ja, dan moest het worden uitgelegd van nee, het is geen officieel duo, ja, maar ja, ja, die ja, soort collab. Dan heb ik misschien een oh, moeilijke vraag. Hè? Want, zeg maar, ik, ik hoorde aan de tracks hoorde ik al dat jij soort van in deze combinatie de leading had. En toen, volgens mij drie jaar geleden, werd dan Kleine John bijvoorbeeld ja. ja, voor een ja, Phoenix Music Award ja. als volgens mij next best solo. Ja, met zeg maar, QsQ. Ja, ja, met QsQ Hoe was dat zeg maar voor jou? Ja kijk, ik ben iemand... Ik, um... Los van het feit dat je hem natuurlijk het gewoon gunt. Ja, he, ja toch, dat, ik ben iemand gewoon van... Je, natuurlijk je bouwt, maar kijk, ja. we waren bij een... Bij een uh, wat, ik, wat ik heel erg merkte was van... Hij kreeg toch wel meer aandacht, maar omdat hij ook YouTuber is, snap je? Dus Dat is ook logisch, ja. want je bent... Je bent meer actief, ik was gewoon die artiest. Dat heeft even tijd nodig voordat je weer een nieuwe tune liet, hmm. snap je? Maar hij was, hij was, hij was, hij was een YouTuber en, en hij werd vaker gezien. En toen, weet je, ik was gewoon van, ik, ey, cool, je weet toch, gewoon cool. Maar mensen om me heen denken: van, hè, dit klopt toch niet? Ja. Weet je toch? Weet, je hebt gewoon je eigen mensen, hij heeft zijn eigen mensen om me heen, zeiden van bro, hoe kan dat en zo? Ik zeg, bro, het is toch logisch, hij is actiever op dit, dit, dit. dit. En uiteindelijk waren we bij YouTube-opname met knippen of zo. Toen ging ik met hem weer iets uh, opnemen, we moesten iemand knippen. En toen uh, had, had uh, we hebben dezelfde manager. Weet, ik heb mijn moeder, maar we hebben ook éénzelfde ja. manager. Ja. Dus ja. had zij tegen mij: van... Uh, uh, er komt straks iemand van FunX. En die komt uh, John wat geven. Het is voor die FunX Music Award en zo. Maar hij had in die tijd ook balans, wat hij volgens mij. balans Ja, toen kwam hij net. Of, of daarna kwam balans, of niet. Maar nee. nou, daarna hoor. Ja, in ieder geval was. Dus hij was ook wel. Hij was gewoon aan. Maar toen kwamen binnen. Ik was Scus, scu, pull up. je ziet die vrouw. Met <laughs> een, <laughs> die vrouw kwam met één woord. Van, van kleine John. Maar je weet toch, hij, hij was ook van. Hij was ook Hoe dan? Hij was ook van Maar je weet toch, hij kan dat niet laten zien. Hij <middellijk> moet daar gewoon aannemen met chess. Dat die vrouw zei, ,cus ,cus kom binnen, broer. En ik ben daar ja, mij, je gewoon. Je hoort jouw stem gewoon. Je hoort mijn stem gewoon, broer. En hoe? Ja, in je achterhoofd ga je nog nadenken van, bro. <grij Bundestaraan> hij wou eerst niet eens op die tune, je ja. Weet toch, man? Bro, je, <that> weet ook, je gaat niet. Yeah, Fun ga, fact. Fun <that> yeah, fact. <recording>. <sticks> je je, 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 je gaat in de je in de Je gaat twijfelen van, bro, volgens mij is dit echt niet voor mij. Je weet toch, mensen waren me vroeger, ah, geen love showen toen. Ik dacht van, wat? Maar uiteindelijk, ik ben iemand gewoon van, je gewoon naar hem toe komen. Ik ging ook met hem mee en alles, bro. Ja. Jullie hebben nog samen opgetreden, toch? Ja. Uiteindelijk. Nee, nee, nee. Van nee, nee, nee ja, ja, Maar broer nah, is, kwam ook sorry zeggen en zulke dingen. Snap je van? Oh, ik wou net van, want er ja is toch... wel iets geweest daar nog. Nee, kijk, hun, hun, hun merkte gewoon van, kijk, bijvoorbeeld de mensen achter mij, weet je weet toch, je hebt ook mijn moeder en zo, die mm. Tuurlijk, je Die gaat waren helemaal teleurgesteld. Gewoon hun Tuurlijk. van, what the fuck, je weet toch, ik zeg helemaal, het was mijn moeder echt dwars. Het was mijn mama echt dwars, kijk, ik was meer van... Ik zeg altijd, ik ben altijd iemand van gewoon van. Mijn tijd komt, weet toch? Ja, je kan snel willen gaan, maar je ziet bij artiesten die gaan heel snel en gaan ook heel snel naar beneden. Bro, mm. ik ben bezig sinds 2016. Mm. Als ik ga, dan ga ik ook gewoon echt om te blijven. Snap je? Marathon. -bureau. Ja toch. Dus ik zeg dat tegen mijn moeder. En mijn moeder was echt van bro. Ze was echt gewoon verdrietig. Het klopt zelfs. Niet. Ja, ja, het bro. klopt niet hoe. Het was zo die dubbele rode, toch? Ja, is manager, toch? Ja. Maar ook ma. Ja, ja toch? Ja. Ja. Maar daarom is het ook belangrijk om zo iemand in je team ja, te hebben. Ja, ja man. Mijn moeder was echt gewoon sip, maar Ik zeg haar, bro, is niet erg. Ik gun, ook, ook, ik gun het iedereen. Maar mijn moeder weet ook van, bro, jij, werkt, jij hebt echt gewerkt voor dit, snap je? En uiteindelijk was het gewoon, voor niks kwam ook gewoon, sorry zeggen, van, was miscommunicatie. Ook van mijn manager, want mijn manager hoorde, zeg maar, in die tijd, zeg maar, ook anders te handelen op dat moment. Maar als maar maar was jullie maar, manager ja, van jullie allebei, toch? Maar ja, dat, is gewoon, dat, zijn, dat zijn gewoon kleine ja, foutjes die ge zijn ge gemaakt. En ja, kan gebeuren. En ja, was het, was het, was het dat, uh, dat ze, zeg maar, waren ze jou vergeten? Of was het gewoon van ze wouden echt alleen maar één persoon nomineren? Want jullie konden in principe ook als... Kleine John en Sjefante op dat moment worden genomen. Ja, nee, ze gewoon, zo zag ze waren iedereen, Zo zag iedereen Ja, ja want op dat was. moment... Ja, dat die ma mo maar maar die moet nagaan, want zeg maar... Ik heb hun toen, zeg maar, beide uitgenodigd voor Fornix voor Talent, ja. zeg maar, En hun gingen toen uh, Kleine John nomineren. Mm -hmm. En ik baarde hun toen van... kil. zeg maar... Want ik kende jou al en ik ja, kleine kende Kleine ja. John niet. En ik baarde hun al van... Van, kijk, luister, het is een moeilijke situatie wat je nu doet. Je gaat nu ja, je één gaat iemand creëren, kiezen. Creëren, ja, je ja, gaat ja. iets creëren, zeg maar. Je weet, dan Doe gewoon beide niet. En dan kunnen ze bij wijze van spreken volgend jaar beide niet. Maar wat, wat, was het worden. niet mogelijk om kleine John kijk, en maar, Chavante maar, te zeg maken? Maar, aan de ene kant, zeg maar, ik begreep het wel. Want kijk, hun waren toen een deal. En als je hun, zeg maar, als je Chavante niet daarvoor kent. Um, je bent wel echt in die drie jaar ben je super ontwikkeld. Yeah. Want ik sprak jou drie jaar geleden ook en toen kwam er echt, we hebben op de radio gesproken, je weet, yeah, yeah, Bro, er kwam yeah. geen woord uit. Yeah, yeah, yeah. En kleine John was altijd meer op de voorgrond. Ja, zeg maar. Die, die influencer. Hij al. was super, hij was super, super spraakzaam, ja. altijd interview, zeg maar. waren ze altijd met z'n tweeën. maar kleine John nam altijd het voortouw. Ja. Dus dan ga je heel snel ja, denken hij dat goed. hij de leading was, terwijl ik kende hem weer al, snap je? Ja. Dus in principe. Maar dat was gewoon je een keuze, zeg maar, een keuze geweest van, oké, zeg maar, misschien als we wat is misschien voor de massa het ja. slimste om te doen? Dat ja, was gewoon ja, Puur denk, omdat hij die YouTuber was, ja. maar, was hij gewoon. Dus gewoon mee, vanuit mee, hun ja, oogpunt toch, hebben dat, ze gekeken. Ja, ik ja. denk ja. dat ja. hebben elkaar sowieso ook echt nodig gehad op dat moment. Want dat, wat, dat, wat, dat, wat jij niet had, had hij weer wel. Ja, toch? En wat Kijk, jij niet, weet je toch? Ja, wat, wat, zo, wat John, zeg maar, zijn sterktepunt was, was gewoon letterlijk social media. Marketing. Ja. marketing, ja. marketing, hij, bedoel, is marketing hij is zo sterk, sterk in marketing, bro. John, John kan je gewoon een, 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 een tune dat niet zo hard is, kan hij jou gewoon. Laten binnen twee weken, geef hem twee weken en je gaat het loeven, je gaat het gewoon zingen. Ja, Dat was John. Ja. En ik was gewoon die muzikale guy, snap je? Ik was gewoon die guy van, ik regel wel refrein, ik regel dit. En wat ik wel merk in, de, in deze tijd, zeg maar, dus hij is gegroeid. Maar hij, hij werkt gewoon letterlijk hetzelfde als ik nu, zeg maar, ja. snap je? Hij is gewoon... Hij heeft ja, gewoon... Hij heeft zich theater, Ja, dus nu als ik naar hem kijk in de studio, zie ik gewoon van, bro, we zijn gewoon nu de same, snap je? Ja. Maar ik ben misschien muzikaal wat verder, omdat ik ben al wat langer bezig. Maar John is gewoon echt... In die tijd had ik hem dan bijvoorbeeld nodig met marketing. Want ik was gewoon echt geen social media guy. Yeah. Ik denk, als ik geen artiest zou zijn, was ik zo'n. <laughs> on the low guy. Je weet oh, toch gewoon, yeah. gewoon. Account op slotje. Want ik, ja, ik heb het niet echt direct met social hmm. media. Echt niet, maar wat ik zeg, je bent wel gek gegroeid, Want bijvoorbeeld, als ik nu die filmpjes kijk die jullie met z'n allen maken, ja. zeg maar. Ik hoor jou nu gewoon continu. En zeg maar, je reacties. En ik ja. we, we spreken elkaar nu. Ja. Zeg maar, je bent gek gegroeid, Maar Kijk, weet je, wat was? Weet, je wat ik, weet je wat ik heb meegemaakt? Ik heb een fase meegemaakt dat ik lid was. Ik heb een fase meegemaakt dat het gewoon weg was. Oh sorry. Ik heb een fase meegemaakt dat ik heel lit was. Dus ik heb een fase meegemaakt dat ik met John interviews ging doen. En dan ging, ze, ging, ging hij vragen van, met wie zou je eerder op date gaan? En iedereen zei mij, want ze kenden John niet eens. Ja. Je weet toch? Iedereen zei mij, want ze kenden John niet. En daarna hadden we misschien, paar, misschien vijf maanden later... Hadden we dezelfde interview ja. en toen kenden mensen mij niet meer. Ja, snap je? Toen kenden ze dus alleen maar John. En toen, toen merk je ook gewoon: van, met wie zou je nu op date gaan? En toen was het John, 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 John. Dus toen merkte ik ook: van, hè? Er is, er is een change, ja, snap je? Ja, dat dat maar die momentum echt gepakt. Ja, dus ik heb, ik heb dat gewoon meegemaakt. Ik heb een moment gemaakt dat ik echt heel lid was. Gewoon. Ik heb een moment meegemaakt dat het weg was. En nu, ja, nu hebben we het gewoon weer helemaal opgepakt, snap je? Een het ja, proces dan, oh, uiteindelijk, toch? Groei. Ja, maar om terug te kijken dan op die topnotch. Wat vroeg je op van topnotch? Dat <racht> is ja, ja, ja. een gek uit. Dat is gek. Mijn vraag was dus, voor Wat ik zei toch, van jullie ja. maakten zoveel pokoe samen. En uiteindelijk ja, ja. kan je die succes wat jullie hebben uh, wel een soort samenzetten, toch? En jullie zijn allebei getekend, maar be, soort van bewust los. Het ja, ja, viel mij in ieder geval op. En dat is mijn vraag van. Zijn jullie echt apart benaderd of zijn jullie gewoon benaderd? Maar omdat jullie niet officieel een duo zijn, ja. zijn jullie gewoon los. Hebben jullie allebei los jullie moment gekregen? Ja, kijk, om hij daarom... is iets eerder zijn bekendmaking geweest, ja, maar omdat... jij hebt ja, nu ja, jouw ja. moment gehad. Kijk, waarom? Hij had al zijn tune ready, snap je? Hij had al zijn tune ready om, om te releasen en ik was nog, ik heb luxe problemen. Ik heb misschien vijf Barky tunes. Wat ga je doen? Wat ga je releasen? Snap je wat ga je releasen? En daarom is het ook eerder naar buiten gekomen. En wat, wat het nu is, zeg maar. We zijn eigenlijk gewoon solo-artiesten, we maar werken. we werken gewoon veel samen. Dus we zijn gewoon allebei bij Topnotes getekend, maar gewoon apart. En waar, waar, waarom we daarvoor hebben gekozen is omdat in die jaren, zeg maar, is John ook gewoon gegroeid als artiest. En heeft hij ook zeg maar, een beetje zijn eigen sound gecreëerd. En dat wil hij ook laten horen. En ik wil nu bijvoorbeeld in, je hoort het, Milaan, is een hele andere sound, zeg maar. Dat heeft nog nooit mm -hmm. iemand van me gehoord. En dat wil ik ook naar buiten brengen, snap je? Dus daarom hebben we ook daarvoor gekozen. Nospang! Zakelijke mannetje. Je kan het ga weer openen, <laughs> man. Kom, dan gaan we naar de volgende topic. En ja, normaal hebben we alle drie een topspelmoment. Maar omwille van tijd, want mannen zijn op spraakwater hier, hè, <laughs> hebben we één moment. En volgens mij ga je hem easy in, man, Jenny. Ik ga hem easy in, man. Er is Warzone, man, yes. in de game. Ge er is war Geen Call of Duty. Geen Call of Duty. Ah, Warzone in, in Nederland. <laughs> In Amerika, dus ze allemaal helemaal aan het gaan. Ja, is waar, man. En ik wil gewoon beginnen bij Nederland, je weet toch? Ook in India. Timmer, <laughs> <laughs> ja. ja Wist je leg. Leg. Nee man. Ik zeg eerlijk, ik lieg man. <laughs> maar. Maar voordat je verder gaat, want ik heb wel veel in de comments gezien van... Va, die boys bespreken niet Dus mensen kijken hier wel naar wow. uit. Om ja, even een kleine context te geven. Je weet toch, ik lag een weekje laag in Spanje. ziet het, de boys blakken. Dark skin ineens. Oeps, bedoel, <laughs> chief. Je weet toch? <laughs> blakken. Deze man was ook even een beetje in griezman. Maar hij is geen brown skin. Welkom terug als renner Nog geen de kleur niet. Dan spankt die hoor. We kunnen het nu ook uitvechten op de meike Doe eens. We zijn We konden het niet eerder bespreken. Maar nu hier. Ja, dat jij toch. Laten we het oplossen. Go get it. Dus ja, uh, Jiggy man, Jiggy en Styx mm. hebben een track uitgebracht, pincodes mm. en met veel mensen. Ik zag de volgende dag zag ik dist track, dist track, this track en ik vond het in principe wel meevallen. Het was, geen, het was zeker geen distrack, maar er werden zeker wel shots steken hier en daar uitgedeeld, 100%. En met name Jiggy eigenlijk want Styx hield zich eigenlijk. Best wel. Hij zei hij, volgens mij heeft hij niets gezegd eigenlijk over de situatie. Een gewoon een koos zijn. Gewoon een zijn. Hij was gewoon van, ik heb je bakken. Hij zit sowieso ook in die story. Ja, hij was ja. gewoon van, ik heb je bek. De eerste foto was al van wil Kees. Kees, je gaat wel schrikken als, als Ronnie dat zegt, hij schrok sowieso. wil je? Want ja. hij, hij was in die bakken, maar hij zei niks. Nee. Nu, uh, Jiggies op een paar shots, ook niet super heftig of zo. Ja, nu die pokoe sluit af met de memo van Bandy. Zonde, zeg maar, ik had hem niet. Hij was onnodig. Mm. Hij was voornamelijk onnodig. Hij vertelde van: Oké, okay, je weet toch blijf humble, Niemand is groter dan de team. Dus zeg maar, ik denk dat als je die krijgt als Ronnie Flex zijnde en je hebt het idee van: Oké, okay, wij hebben wel een Banty of die Banty nu op dit moment super aan is of niet, mm. kan ik wel begrijpen dat je denkt van: Oké, okay, zeg maar, waarom maak jij deze keus? Mm. Nou ja, Ronnie, Ronnie had het gevoel van: ik moet hierop gaan reageren. Binnen 24 uur. Die man was daar. Hij was daar. Hij was daar. niet vast. Snap je? Hij opent die torrie op een sample beat van opgezwollen opgezwollen huis. Snap je? Dus hij heeft over nagedacht van timer. Je weet toch, je wil die man zijn bek hebben. Je hebt niks gezegd, maar ik kom voor je. Nu hij heeft besloten van oké, timer we pakken. Ik ga iedereen pakken. één voor één. Snap je? Hij zei: Hou me niet vast snap je? <laughs> <laughs> Hou het vast voor me. Stix komt aan de beurt. Stix van ja, Timmer, je was in mijn DM. Ik heb je vijf keer. Je hebt vijf. <laughs> Stix zeggen was eerst. Ik heb je vijf keer laten hangen. Mm. Volgende dag bewijs ook. Cindy. <laughs> dit? Maar ik heb last ik heb <laughs> van, nee, van hem. Hij komt correct. correct. Maar maar ik, heb, maar ik last van <laughs> ja. hem wat hij doet. Zeg maar, hij doet zeg maar twee, twee uh, hoeks of die eerste bridge. Zeg maar, doet hij van? Hij gooit die van, ik Heb je laten hangen in die DM? Maar pas in die tweede first pakt hij hem op en noemt hij hem gewoon bij naam. Ja, op het einde, op ja, het, ja, het einde van het Deze six. is voor jou. Ik heb jou laten, snap Dus ja, ja. daar pakt hij met chest. Pakt hem terug, leuk, zeker. Daarna komt Jiggy. Jiggy is aan de beurt van Jiggy. Je weet toch, is lauw hmm. allemaal. Je had twee mooie jaren, hmm. maar dat was het. Je weet toch, je laatste project ging brons. <laughs> <laughs> Shadding. Je project ging brons. Time. Die, die, die waar is geweest. Jiggy is geweest. Nu is Bandy aan de beurt. Hmm. En bij Bandy, je voelt van so. timer. Hij heeft het meeste. idee, had hij daaraan opengehouden. Voor timer. Hij is, is teleurgesteld in die man. Hij denkt van: ik wil dit niet doen. Hij zegt het ook, ik wilde het niet doen. Hmm. Maar ik moet het doen. Je weet mm -hmm. toch? En ja, Bandy, man. Ik, uh, hij is mentaal op hem gegaan. Man. Van, je ging van werk. Je ging van. Je weet toch, van, van mijn favoriete artiest naar werknemer, man. Hij is mentaal op hem gegaan. Hij is mentaal op hem gegaan. En je weet toch, ik heb Bandy vaak gehoord in. In, in, uh, in zijn rookworst van Time, ik ben een competitieve, Nick. ik hou van deze strijd. Mm. Heel vaak heeft hij iets gezegd. Al, elke aflevering van: Als ik je ben een man in hun nek. Mm. Dus ik ben benieuwd, man. Toepel, 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 zeg maar, we zijn toepel. nu 26 april. We zijn nu iets langer dan een week verder. Gaat er nog een reactie komen? Nee, man, heb jij daar vertrouwen, in? Van van heb daar vertrouwen in? Van F? Of van andere ja. kant? Ik denk van F niet. Nee. Maar bedoel, heeft ook excuses aangeboden. Honderd, maar hij was snel weg. Half. Hij was. In ieder geval, hij heeft voornamelijk voor, voor hef excuses aangeboden. Het maar was ook snel weg. Ook, ook weer, weer niet. niet. Hij was gewoon meer... Hij ging zijn frustratie, denk ik, uitleggen. Maar in principe heeft hij wel een excuses aangeboden. Maar dat zou niet moeten uitmaken dat jij hebt gezegd... Uh, dat die man van, uh, van je favoriete artiest naar werknemer ging. En, dat ben ik net vergeten, dat mensen in de game ook zo ernaar kijken. Ik denk dat dat wel een soort van... Ook een ik denk Ronnie was gewoon even teleurgesteld gewoon. Hij is sowieso teleurgesteld. Ik, ik denk, we zijn gewoon goed. Ja? Ik ja. Ja. Ja, ik, denk deze, ik, ik weet, weet het denk niet. Hij, hij, hij mag deze niet laten slijden. Nee. Weet je toch? Ik, ik kijk ook naar zijn podcast en zo. Hij praat vaak van: hé, hey, iedereen, dat is je top 5 districts. Ja. Hm. Maar dan komen hij en zeggen: no, kijk, oh, deze district. Hij <laughs> <laughs> ze zegt: no, die track van die. Was, oh, nee. Hij <laughs> zegt: bro, deze, deze district was erg. Snap je? Nee, hij ja. zegt: hij houdt van die dingen. Hij houdt van hij, hij is competitief. Dus als zouden ze goed zijn, toch? Zou hij wel iets moeten zeggen. Nee, ik oh, denk, het dus. gaat niet gebeuren. Het gaat nee, puur ik, ik omdat ze niet, hebben... Ik denk, ze gaan. hebben wel gewoon echt love naar elkaar en... Ik denk Ronnie heeft gewoon even gewoon zijn teleurstelling laten horen en dat was het. Goed, maar laat je dat, het is teleurstelling, maar laat je dat dan sluiten. Wait a minute. <laughs> je zegt hij heeft teleurstelling laten. Dit was niet alleen teleurstelling. Nou heeft het wel. Nou heeft het wel. Dit is disrespect wat is, hij heeft oh, gedaan. Zeker man. man. Dit is van oh, oh, YouTube-views okay. gemaakt van hem, Je moet zo zien. Kijk, ik distaseer me, ik me van dit gesprek. Ik ga me algemeen. Kijk, ik zet de algemene stelling even van. Je hebt het al uitgelegd van. Hij is teleurgesteld, maar hij kwam daarna met shots. Inderdaad, van je bent van mijn favoriete rapper naar een werknemer gegaan. Je was marathon. En hij nog shot van <laughs> vaak als je niet op deze tories zou jumpen, zou je nog wel salaris krijgen van Jiggy. Dus het zijn shots. Grijze haren uh, door, ja, toch, door het, Junta. Het zijn shots. <laughs> het zijn shots. En, nee, maar kijk, om hem, zeg maar wel, objectief well, een nee, beetje, nee, nee, toch? Nee. Objectief te houden. van. Kijk, Ronnie heeft nu die shots gegeven. Oké. Okay. Wat je zegt van, toch, hij, is een, hij heeft een ego. Hij komt uit die tijd van, weet je toch, skills, wie, dit is wie, kom. Snap je, wie is de beste? Ja, dit is niet, zeg maar, van hoe ik Bandy ken, weet je toch? Ik heb Bandy sinds die tijd al. Van, dit is niet iets wat je kan laten slijden van, weet je wat, het was leid, laat het. Ik denk überhaupt dat er geen reactie gaat komen, want heel hoe die angle is gezet, zeg maar, van je hebt een Jiggy die is CEO. Dan heb je Sticks, zo'n FH-rapper van hun komen met z'n tweeën zeg maar, op die tune. Want het is niet een Jiggy Stix tune geweest. Het was topnotch. Ja. Het was een topnotch tune. Staat onder En dan, dan de komt er een, een co-sign van Hef die zegt: Do relax, be humble, bla bla bla. Oké. Okay. Dus het is een soort statement tune geweest. Dat honden. dat snap zeker. je. Dus dan heb ik zoiets van: Kijk, één ding moet ik wel zeggen. Van als Jiggy voor zeg maar. Voor, voor zijn nek zou willen gaan van Ronnie, had hij hem dit gemaakt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mm. Ik weet wat Jiggy kan. Keizer, punchline. Als hij het zou willen, zou die Ronnie dit kunnen maken op de mike. 100%. Hij gaat dat niet doen en hij heeft het niet ah, gedaan. Ik hè. denk het niet, man. Als ik hey. zeg maar naar DCT: van. Um, ik heb naar die tune geluisterd, die pincodes. En mijn eerste instantie was: hé, hey, ik hoor Jiggy en Stix weer samen. Lauw, man. Maar toen hoorde ik, ik hoorde een paar shots. En je weet, toch op Trads ging het al vooral hem van, hey, saan, Ronnie wordt gedist. En eerst was ik daar nog niet eens. Oh, nee. Ik dacht gewoon, was gewoon een lauwe tune. Maar op een gegeven moment kon ik er niet aan voorbij dat het geen sticks en Jiggy J's, maar die, het is topnotch. Ja, het is Het staat topnotch. Ja, Snap je? Dus je hebt hier bewust voor gekozen van, hey, dit is een statement wat je zegt van wij staan achter Kees. Dat is wat stik zegt, ik sta achter Kees. Ja, dat is wat hef zegt, ik sta achter Kees. En, uh, hoe heet Jiggy geeft een paar shots, ja, snap je? Ja, wat? Zeg En maar, als ik dan terugkijk op deze tune, dan denk ik, bij mezelf, was er niemand bij die meeting die dacht van, hé hey boys, Laten we dit je meeting. weet toch? <laughs> Jullie zijn: oh romandems, Dems, laat dat. Snap je? Minimaal een stagiair <laughs> of zo van, hé <laughs> hey boys, je weet toch? Ik ben wel connected met de streets. Dit gaat niet werken. Maar ze zijn gewoon voorbij aan dat allemaal gegaan. En dachten: van dit is de goede move. Uiteindelijk is die shit backfired. Ja. Kermin, gewoon ja, ja. hè. Want los van, los van of het inhoudelijk goed is. Is heel die setting nu van: wat doen die twee Oruguys nu? Zeg maar als label zijn, als instituut, als CEO. Tegen Ronnie, nu zeg maar. Snap je dat? Is een beetje die nee, maar dat want Ronnie heeft nu gewoon letterlijk uh, een publieke opinie voor ja, zich. Dat dat snap je van ja, uh, je kan zeggen van hij heeft die deal zelf getekend, klopt helemaal. Hij heeft hij ook zelf toegegeven, maar je kan niet zeggen dat het niet Chadding was, ook al was het in 2013. Mm. Het was een fucked up deal, heeft op nog zich verbeterd, geloof ik 100 maar Topnos had dit moeten laten joh. Ja, Ze hadden gewoon moeten die denken: van oké, okay, good publicity. Uh, we hebben nu kleine John getekend, Shafante, Young Ellens. Mm, je weet toch, Macario, we hebben. Machario. Machario. Uh, we hebben nu die uh, Topnos Youngings opgezet ja, voor kleine je kids. Bent al goed bezig. We hebben een pop-up store, Free Palestina. Dat is allemaal goede pres. Mm. Snap je? Maar dan denk je nu bij jezelf: van we gaan nu een shorts uitdelen aan de guy die wij gefinest hebben. Oeh. Oeh, publieke opinie. Dus Zouden dit kan nooit laten. goed gaan. Ze hadden het gewoon moeten laten. Dat, ze hadden het moeten laten. Want nu zit je in een position dat je nu weer aan die tafra gaat zitten. En je gaat nu iedereen moeten coachen. Want je, maar je kan laten. niet meer verder gaan. Ja. Niemand kan Rea kill. Niemand. Je hef kan, kan niet Rea. rea, rea, rea. Stix kan niet Rea. Jiggy kan nee. niet Rea. Want nou, het gaat alleen maar meer nou, pijn doen eerlijk. aan topnotch ja, als geheel. Nou, ik zeg eerlijk, toen zeg maar, Ronnie ging hem. Hij is wel echt hem gegaan. En ik snap dat het ergens... Wel en terecht. Heet, maar... Um, toen Kees had gereageerd, alleen met de foto. Had je die gezien, zeg maar? Ik heb gereageerd. Hij zat in, ik heb publiek, hij zat ah, in die foto. Oh. Maar die, ik zeg, die, was, eerlijk, volwassen. die juist, was volwassen. Ik vond die echt van toe. Ja, het is wel ontwapenend. Ja, zeg maar. ja. Jiggy had ook gereageerd. Ik ben vergeten met een JC, volgens mij. Een, ja, een maar ja, JC-referentie. Nou, maar gewoon ja. alleen, zeg maar, qua reactie, dat Dat vond ik zeg maar, wel een gepaste reactie van: oké, okay, weet je toch van, je neemt het met de korreltje zout en les. Weet je toch? Je gaat door met de orde van de dag. Snap je? En dan ga je, dus hoe. ...in principe al over is gewijd... ...kom je alsnog bakken. Dat vond ik... ik hoor ...de je. plan voor ja, half half Maar half. als de ik dan verder ga... ...dan, kijk... ...Ronnie heeft gereageerd... Uh, ...harde tune sowieso. Laat me zo zeggen... ...harde diss track. Weet je toch? Hij heeft gewoon... ...hij was direct... Uh, ...maar uiteindelijk heeft hij wel... ...de zwaarste bars aan Hef gegeven. Ja, maar Hef is... Snap je? Je kan zeggen man. wat je wil. En in principe heeft hij ...alleen een voice memo... Uh, ...opgenomen en gezegd... Letterlijk van. Be humble. be humble. Ik sta achter de top. Maar voor mij was dat wel een soort van. Het olie op het vuur. Meestal nee, Wat jij zei bijvoorbeeld in heel die track. Zeg maar, je zou niet eens horen van. Oké, okay, het is echt een kleine paar jukes geeft hij, hè? Nee, ja, maar los en van dat, los van de, dat Hij maakt het ja, wel duidelijk moe, van moest hij dan zo hem op hem gaan? Om vervolgens. Wel weer in die vierie te gaan. Ja, wel. Ja, ik, nee, 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 ik, ik snap het persoonlijk. Het, het, het is alsof Shif op al... Dior ja, gaat. Ja, in weet je, je weet waarom? Weet je 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 ik ben buiten nu toch? Ik ben met Teva, ik ben met Shaf. Snap je? Nu komt de kill, toch? Van buiten. Goed, wij kennen hem niet. Die man klapt mij. Shaf is mijn jongen. Die man gaat me gewoon mee met hem. Snap je broer? Morgen ga ik niet meer aan hem. Ik ga Tantoepaar op hem zijn. Snap je broer? Hef en Ronnie hadden een band. Snap je? Heff Hef had zich gewoon niet mogen mengen in die tory vind ik. En daar hoor ik jou, want hij heeft dus ook gezegd van, ik heb om mijn dingen met Heff meegemaakt. Mm -hmm. Maar dan denk ik wel bij mezelf van, uh, je hebt het al gezien bij die Tori met Murder, van hij heeft ook om mijn dingen met Jiggy meegemaakt, snap je? Dus nu moet hij wel weer gaan kiezen, sta nee, ik maar achter Jackie bij kiezen. Hij moet niet Hij kiezen. Te kiezen. Te het, te kiezen. het simpel is hij Hoe, hoeft als man. Hij gekozen om zich te kiezen. kiezen hij hoeft ook ah, niet meer bij Toplodge, bij. Hij moet als hij met iemand anders, een andere artiest toch, bro? Die man is mijn jongen, hij is mijn jongen bro, Je hoeft niet! Je, je kan je... Niet. Moet Kijk, de niemand... keuze is Want, om je, je mag... er buiten te laten. Je, moet je na... hebt niks mee te maken Ja, man. Man. je, je man. moet man. nagaan, je moet, moet Styx heeft die pokkel gedropt, of Jiggy heeft die pokkel gedropt met Stix. Stel je voor, Bandy was niet opgekomen. Had iemand in de wereld gezegd, zo so time man, Bandy mist op deze tune. Nee man. Niemand op haar. Nee man. Hij heeft gewoon een keuze gemaakt, die spraakmemo is een statement. En laten we niet negeren, hij heeft deze treads al een maand geleden gepost. Mm -hmm. Van blijf humble, toen, ja, toen Ronnie aan het renten was, heeft hij al gepost. Blijf Be humble. Ja, Be humble. En hij heeft dat precies aangekaart. Hij heeft in dat die precies postman. aangekaart in die video. In dus dat, dat is een persoonlijke zijn mening. Is het persoonlijk? een persoonlijke? persoonlijke Snap je? En dat is wel, kijk, dat is was die dubbele rol van. Ja, ik wil niet zeggen, ik snap hem. Maar ergens toch weer wel. Van als ik me probeer in te leven in zijn wereld. wereld van hij heeft zoveel. In zijn beleving heeft hij zoveel te danken aan Kees en aan Jiggy. En hij kijkt naar die mannen op en hij ziet van hoe bewegen. En hij wil uiteindelijk naar zo'n rol gaan en hij ziet dat. Maar aan de andere kant ben je die guy en ben je met alle artiesten. Snap je? En daar ben je wel echt, zeg maar, gewoon riel, riel mee. Dat nee, wat ik denk is, is, Hef moet minima aandelen hebben daarbij, Top nus, man. 100, 100, 100. Moet minimaal, man. Maar waarom als, ik... als je geen aandelen hebt, dan. Heeft Vooral als je zegt van hij is al loeso daar. Waarom zou je dit nog doen? Ja. Dan hou je echt van Kees, man. En hou je, je <laughs> echt van Kees. Van zeker, van zeker. Snap je? Man of Span, ja, we hebben het hier. Overziens is nee, er toch? ook nog iets gebeurd. Overziens, inderdaad, want ik zie een man hem daar met een OVO-shirt. En ik zie je man hem daar hem 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 hem. met ja, Kendrick zet cam, Dam. Zet die cam op, man. Waar ben je? Huh? Scoopilo. Scoopilo, zet die cam op, team man. Team Drake, team Kendrick. <laughs> Wat? Wat is ze? Leg het huh? uit, man. Kendrick. Ja, Kendrick, man. We hebben, we hebben het in de vorige episode al besloten uh, besproken. Drake had gereageerd. En Kendrick, volgens mij zaten we toen op, dag drie of zo. Dat Kendrick nog niet had gereageerd. We waren allemaal aan het checken van, oké, okay, timer, wanneer komt Kendrick? En uiteindelijk heeft het volgens mij al vijf dagen of zo geduurd. Langer nog? Ja, nou, wat langer hoor. In ieder, ieder geval had hij minimaal een week geduurd voordat Kendrick reageerde en hij kwam uiteindelijk. Met euforia reageerde hij. Kort daarna gooide hij die 616 in LA. Dus hij voerde die druk ook op, op Drake van ja geen, ja, op Drake. Ja, ging, ja van je, moet, je moet komen, je weet toch? Ik gooi niet die druk op je. En toen Drake reageerde Drake met Family Matters. Wat was het? Vier uurtjes daarna, heel zo, kort eens. daarna. Nee, niet eens man. Echt binnen 30 30 een uur of zo, man. Ja. was sowieso binnen een uur. Binnen een uur reageert hij met Meet the Grahams. En om het nog gekker te maken, de volgende dag kwam hij meteen met uh, Not like us. En uiteindelijk heeft Drake vannacht gereageerd met uh, Hard. Wat is het? Six. Hard, hard in the Six of zo. Hard in the Six. Die, die, die was wel erg. Snap je? Hij heeft gegeven en. Je weet het, ik wil niet alles meteen gaan basd down. Dus ik ga gewoon, mijn, favoriet, ik ik gewoon, ga gewoon mijn favoriete. Ik ga gewoon mijn favoriete tracks. Mijn favoriete tracks zijn gewoon uh, Family Matters, uh, Meet the Graham's. En Not Like Us. Wat is je kijk, En Meet the Grahams, uh, Family Matters was de eerste track die eigenlijk, die eigenlijk uitkwam. En Drake is gewoon, de genie die hij is eigenlijk, kwam hij met visuals waarin hij die waggie wegsleep van Good mm. Kid, Mad City. Diddier, Snap je, hij komt in het begin met die June it spin. En uh, aan het einde komt hij nog, zie je die taart van uh, Happy Divorced. of, mm. uh, uh, wat is het? Ouma, Happy Co-Parenting. Mm. <laughs> <Ja>, dus <laughs> hij heeft helemaal over die Tory nagedacht. En in het begin van die track komt hij met die... Uh, Zo'uma oma die aan het takje is. En die zegt van... Uh, misschien is het niet handig om in deze track te zeggen. En dan hoor je Drake... Nigga. <laughs> dus hij heeft echt over die tory nagedacht. En hij, heeft, hij, pakt, um, hij pakt Kendrick ook wel echt aan op zijn oma op vooral. Van... Tij, je weet toch, je speelt één Black Messiah. Maar uiteindelijk heb je een Lightskin wifey. Je weet laat toch, laten we onze ching samen in de park, toch, spelen, in de park spelen. Ze zijn bij de Lightskin. Het is cute. Oh. <laughs> hij, is, hij is hef gegaan op die man. Snap je? En ja, toen kwam eigenlijk um, Meet the Grahams en dat. dat Draag, was weer een hele. Wat dacht oh damn. Oh damn, oh damn. wat, hey, wat, doe, je, wat doe je nou eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Ik ben een eerlijke ding. Je twijfelt me al, hij is confused. Hij is Hij moet deze shirt 50-50 hebben hoor ja dat is heel waar volgende maar is het jullie hebben gezegd is, het? is het met Chess. volgende uur kwam dingen man Kendrick meet the Grahams. hij kwam zo mentaal op die guy je weet dit is gewoon puur uitgedacht van timer ik kom gewoon volwassen op deze guy. Ik ga deze guy scoren van Timer. Zo werkt Libby. Hij heeft eerst die zoon gepakt. Adonis, kom even bij me. <laughs> Ik ga je uitleggen wat die Tory is. Wat die Libby. Volgende. Madre, kom bij me. Uitleggen wat die Tory is. En op het eind. Nooi. Nee? Dan zegt hij nog een 11-jarige dochter in het spel. Je weet het, toch, ik, ik weet niet wat daar man. is. Maar hij legt daar ook wat uit. En op het laatst pakt hij gewoon nog Drake aan, man. Van timer. Pa, ik weet je, hebt veel verslavingen. Dit, dat. Je weet het, toch, zit even rustig. Hij heeft die man wat dingen uitgelegd. En toen heeft hij die laatste pokken gedropt. Net like us. En heel veel mensen, als ik lees, heel veel mensen hebben het over van, oké okay, Kendrick kan goed spitten, bla bla bla, maar het heeft geen replaywaarde. Dus snap je, ik kan dit niet in mijn waggie draaien, ik hoor dit niet, en ik hoor dat, Dat is wat... op die beat is dat. Wat zeg je? Ja, dat yeah, op die must Ja, dat is die, die dus ja, is heel... Nee, 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 maar heel veel mensen hadden het daarvoor over oh. van, tijmen, uh, Kendrick heeft sowieso, uh, Drake heeft de beste poko gedropt, mm -hmm. maar alles wat Kendrick dropt, tuurlijk, het is, uh, het is hard, we moeten het twee, drie keer checken, maar het heeft geen replaywaarde. En toen kwam ja, hij met Not die Like Us, man. Die op de beat van Mustard. dit kan je in de club draaien, maar Bizar, die cijfer. Ja, en, en wat hard is dat hij een paar keer spit. En die beat komt ook weer bakken, snap je? Dus hij heeft hier ook wel over nagedacht. Dat zijn strategie is: druk, druk, druk zetten. Hij laat Drake niet ademen. En uiteindelijk heeft hij gewoon afgerond met. In like hij is Drake op Drake gegaan, man. Hij is Drake, maar ik moet zeggen, hij heeft voor mij gewoon een kleine wegenpak. gepakt. Drake is mijn nigger, hij heeft een kleine... Wie uh, heeft een kleine wegenpak? gepakt? Kendrick heeft gewoon een kleine, heeft gewoon een, heeft een wegenpak. gewoon ja, moet duidelijk zijn. Nee, 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 Kendrick ja, heeft een wegenpak voor mij. Waarom? Omdat hij gewoon alles heeft laten zien, man. Hij heeft alles laten zien wat het kan. Hij heeft Drake, hij heeft feiten gegooid op Drake. Hij heeft domme bars gegooid op Drake. Hij heeft een beter, voor mij persoonlijk, een betere tune gegooid dan Drake. Hij heeft voor mij die weeën gepakt. Het is niet een wee dat ik zeg van hij heeft hem gebodybacked ofzo. Maar het, hij heeft is hem wel gefacet. Is het nu fasie. al klaar voor jou? Is het nu klaar? Of dit ja, 100 procent Drake heeft die laatste pokkel gedropt. En ik zeg je eerlijk man. Dat was gewoon een, voor mij gevoel was dat een afsluiter man. Van Timer, ik sluit het gewoon hierbij af. Je hebt veel gecapt. Uh, weet ik veel, die toer met die 11 jaar gedocht. Ik heb iets voor je gepland. Timer, ja achter, Hij heeft iets gepland. Uh, Kendrick heeft het gebruikt. Oké, okay. voor mij was dat geen broja trek, Maar hij heeft gewoon zichzelf verdedigd in die laatste trek. Hij heeft het mooi afgesloten. En ik geloof niet dat Kendrick meer gaat reageren. En als hij reageert, ja, dan moeten we, wel. moeten we elke ochtend nog weer doorgaan, man. <laughs> ja. Ik ben het sowieso niet eens. O, hoe ja, kijken ja, jullie? Ik denk dat jullie. Je, weet dat wel, al zien. je, hebt, je hebt de outfit aan. Ik denk ben benieuwd, hoe kijk zien, jij naar man. deze story, man? Ik moet eerlijk zeggen, ik ga niet zo diep erin. Je hebt met heel veel dingen gelijk um, ik ben team Drizzy, Maar. Op een gegeven moment had Kendrick de overhand. En dat was los van de subliminals en de dingen. Was het wel gewoon zijn, ook zijn tactiek. Hij liet Drake niet ademen. Hij ging Drake op Drake. Snap je? Van je komt met een pokoe. Hij dopt gelijk ook een pokoe. Bam. Hij zat zijn pokoe's, pakken minimaal die cijfers. Dus hij kreeg, Drake kreeg die ruimte niet om zijn verhaal te doen. Snap je? Dus dat, zijn, dat is wel een soort, soort tactiek. Maar waar Drake wel weer zeg maar, de overhand voor mij persoonlijk nam. Was zeg maar, met die laatste tune dan. Dat hij gooide van. Hij heeft hem gewoon daar voor mij ontwapend. Hij heeft, hij heeft, hij heeft lijns gegooid wat mensen zeggen nu van Drizzy is klaar. Uh, hij heeft de handdoek in de ring gegooid. Uh, Drake wilt het niet meer. Ik snap al die takjes niet, man. Drake speelt oorlog. Is a game of war. Het gaat niet om dissen mij. Nu kom ik weer, ik kom jou dissen. Dit is gewoon oorlog. En hij heeft zaadjes geplant. Hij heeft hem valse informatie gegeven. Kendrick is ermee aan de haal gegaan zonder te fact-checken blijkbaar. Hij heeft het gegooid. Uh, mol in OVO. Al die dingen. En nu heeft hij hem ontwapend van ja, die dingen wat je hebt gebruikt tegen mij, alles klopt niet, kom met de feiten. En Kendrick kan het niet bewijzen tot nu toe. Dus ja, dat speelt ook wel mee in de credibility. Maar andersom, kan Drake soort van, de, wat hij heeft, dat kan hij ook niet bewijzen. Dus het blijft soort van in het midden hangen dan, toch? Nou, zijn wat ja, wat toch? dan? Op het moment dat je zegt van, die, die Day Free van die Ching. Maar is het uh, wel, ja, het is, 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 is geen feit. Je weet hmm, toch? Dus zeg maar, dat, dat is geen valid argument. daar naartoe gezet, van, oké, okay, hij volgt hij Volgt zeg maar, kende van zij? Volgt Kendrick niet meer? Wel, die die guy nu? Die guy lijkt die die foto's alleen van die ching zulke dingen, dus er wordt wel iets gecreëerd daar honderd. Want, maar is los het een van feit? los ook van niet, of dat man. klopt? Nee, maar los van of dat klopt of niet? Tuurlijk, ze moeten allebei. Academic, zei het ook op een gegeven moment. Ze moeten allebei wel met feiten honderd. komen nu, en, en dat dus dat is wel. Het. Maar nogmaals, om terug te komen op mijn punt: is van Kendrick had voor mij en ik ben team drieken. Kendrick had de overhand tot die laatste pokoe... En waar ik het gewoon niet mee eens ben, is dat men zegt van die laatste pokoe van Dreek is soort van hij geeft het op. Van, hij gooit de handdoek in de ring, hij wil het niet meer. Hij heeft hem gewoon, als je tactisch gaat kijken, heeft hij hem gewoon ontwapend met heel veel dingen. Van zijn credibility is niet meer daar waar het was. Die pokoe die hij heeft gedropt, die meet de Grahams. Ja, heel veel dingen kan je daar nu uit weghalen van klopt dit nog wel. Je kan niet heel veel eruit weghalen. Je kan die laatste verse die over Medici kan je het weghalen. Dan is het nog steeds een harder tune, man. Dat maar klopt wat, nog steeds wat hij zegt nu. daar, zeg maar. daar gaat Nee, het maar om. klopt wat Drake zegt. Nee, ook niet, man. Dus ja, je weet het ja, maar niet. Maar het is niet ontwapend, Je toch? weet wat, het niet. Kendrick heeft het niet ontwapend. Maar het is ook geen feit dat soort van Drake die torens heeft gepland. Het is dus ook iets wat hij zegt. Dus het is allemaal gissen. Maar dat is wel alle Dreken zou planten. Dat, dat is wel een beetje apart. Nee, maar dat is dreek. Dat is tactisch zijn. Van ik ga jou misinformatie geven, dan ga je het spitten en dan kom ik nu voor je van laat zien dat het klopt. Zij dat zijn, is tactisch nou. zijn. Snap je de dat? OVO. Dat is. Nee, kijk, ik zeg je eerlijk. Eén wel. Kijk, tot, tot die laatste tune van Kendrick, ja, tot die laatste tune, was ik gewoon tegen die man. En ja, hij toch van, ik was gewoon aan het kijken: oké, okay, wat was hij nu? Niks raakte echt, of het was subliminal, hij gooide wel punchlines en dingen, maar die laatste tune, ik zeg eerlijk, op die beat Broei, ik zie die dansjes gewoon, die kripbass, West Coast kripbass, ik zie die dingen voor me, en die OVO. Zo, is ook gewoon een user TikTok challenge nu, gewoon op die OVO, op die einde zo, scream OVO, ik zeg je eerlijk, daar, SO narkandering voor die wel, man. Dat denk jullie moeten de switchen van shirts, man. Ja. <laughs> ik denk dat echt, man. Ik denk dat Zij, echt, man. Ze zijn verward, hè? Ja, bro. bro. Ja. Nee, 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 kijk, nogmaals, je... wat ik zeg, mijn conclusie in heel deze Tory. Voor mij heeft Kendrick niks gedaan. Alleen tot die laatste poko. Wat ik zeg van. Drake heeft voor mij gewonnen tot nu toe nog steeds. Hij staat voor. Alleen die laatste tune op die Master's Beat. Ja, kijk, daar heeft hij wel damage gedaan, man. Ik zeg je eerlijk, die OVO en. Eén ding, ik was volgens mij op die Poku daarvoor die E-minor. Ik zeg eerlijk, die ging wel mentaal. Die raakte mijn ziel wel, man. <laughs> die E-minor die lijn, zo, ja, die, was, die was mentaal. Man. Zeg ik je eerlijk. Maar voor de rest, ja. hebben jullie het een beetje gevolgd? Mijn take, ja. voor nadat jullie zijn gegaan, ga maar. Ja. Ga ja. jij, ja, ja, Hebben jullie het ja, al nee, een nee, beetje nee, gevolgd? Nee, nee. Horen, ik het ben wel benieuwd. benieuwd. Jij bent sowieso team maar, Rizy, man. Ik ben van hangen in die dingen van, uh, van Kendrick, man. Die meet Williams. Ja? Ik zeg eerlijk, dat was gewoon hoogtepunt. Ik dacht, ik heb het allemaal voorbij zien komen hier en daar. Die meet de gr Grahams. Maar dan gingen we echt hem daarop, man. Die, die ching dingen die, Hij ging praten tegen die pa. Ja, en zo je weet het toch? Het mentaal, hè? Het ging diep. En die, alleen, die is ook alleen in mij blijven hangen. Oh, en man. volgens mij, bro, volgens mij, ik weet niet of die ook iets had tussen Kendrick en Drake. Maar die push-ups was ook een soort van district. Dat van was die van ja. Drake. Ja. Dat eerste. was de eerste, de eerste van Drake. Maar hij pakte iedereen aan daar. Hij ja, pakte voel je op Rick Ross, Ja, Rick Ross kwam ook gelijk oh, met een oh, nieuwe ja. district, toch. Rick Ross moet rustig doen. Hij wil die clout meepakken. Hij wil die clout meepakken. Hij was die, oh, meepakken. Ja. Hij komen, ja, ja. die Weet je toch maar, die push-ups vond ik wel erg erg. Ja man. Heb jij er een beetje gevallen? Ja man, een beetje maar op een gegeven moment werd het te veel man. Ik ging even kijken toen... Rick Ross en zo ook met die dingen kwamen, toen kwamen ze met Huisvergelijken En zo. Ik weet je wat, ik fuck deze ding, bro. Het wordt wel onoverzichtelijk. Het is onoverzichtelijk. Ja, maar dus gaat het gaan. Metro Booming. Metro Booming en Future hebben we weer. Oh, hij heeft Hele zinco Metro in het programma. wel gedaan met Metro Booming. Metro Booming, Die play de fucking drums. die is metaal gegaan, man. Echt, echt metaal. Ik zie op mijn video's van. Wat zou Metro nu doen? Je ziet hem hij gaat gelijk Hij staat achter de mic met lappies. Ja, we hebben tikken. Hij kan niks nu wat is jouw take hierop? op? ik ben heel deze koude zat, man. ik hoor je graag zeg maar, we hebben het volgens mij twee episodes geleden hebben we het erover gehad en toen was het van, want toen kwam die Like That tune, volgens mij dat was dat die eerste toch? Like, like That de like allereerste. Heen. en toen was het van, hey Drake en Kendrick en uh, J Cole <kwijnt> moeten reageren. en toen zei ik ook van, ik ben benieuwd naar J Cole. snap je van dat zou iets worden. en toen zei ik letterlijk van, Drake gaat niet halen. Maar je moet hem ook niet onderschatten. Snap je? Wel? Hij kan iets doen, want hij is die popmannetje. Hij gaat antics gebruiken. En dat is letterlijk allemaal gebeurd. Maar broer, als ik nu gewoon eerlijk ben, ik word moe van die Tory, man ja. Ik word ik elke geen... dag wakker. En, en ik hoor weer iets van. nieuws. Ja. En ik denk van: maar wat zijn jullie eigenlijk aan het zeggen? Maar als je gewoon echt eerlijk bent, hè? Ja, die pedo, hij vond zijn oma. Maar je gooit niks op TAFRA. Ja, ja. Wat zeg je eigenlijk tegen dat mij? Is dan? Geen het is nu ook. Twee groepen tegen elkaar aan het worden. Dat. Ja, en dat man. is die engste tory. Ja, want ja, ja, ja. zeg maar in heel die topnotes tegen Ronnie en ook een beetje Kendrick Drake. Ik was actief op Trads. Je weet toch. Ik maakte een soort hiphop journaal. En ik was mensen ja. toch, aan het updaten van wat gebeurt er. En door heel deze tory dacht ik van ik heb hier geen zin in man. Maar als je mensen tegen elkaar ziet. Takkie gewoon. Je Van hé als jij. Je bent koude dom. Ja, 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 ja. Heb je die bar niet? Begrijp je die bar niet? Ja, ja, ja. Dat, is grap, ja. dat was gewoon deze discussie net. Letterlijk. Dat heeft geen zin, man, pa. Die zit in real Snap je? Dit denk ik van. van Bro, als ik gewoon eerlijk ben, zeg maar. Um, ik zet um, Family Matters tegen Euphoria. Ik vind dat hun beste tunes. En dan Push-ups tegen uh, Not Like, like Us. Heet ja. toch lekker 5 tunes? En, tuurlijk heeft Kendrick gewonnen, maar dat was te verwachten. Uh, come on, hè nee, toch? U zit er niet op dezelfde level qua uh, lyrics. Je prikkelt, het je, je, je prikkelt hem, maar hem Drake he je heeft je precoat en he, hem he, hem he. is een kleine weg. We. Het is een, een hele, hele, hele kleine weg. Wat we mensen afkijken. doen alsof die weg daar is van ja, maar Drake maar is klaar. Die broer je kan Drake niet cancelen. Maar die is, Kendrick heeft gewoon veel dikrijders en Drake heeft veel haters. Ja man. Boet. je kan nooit winnen broer. Het is net als de opinie was voor Ronnie en alles was tegen Topnotch. Boet Topnotch kan nooit winnen. Voilà maar al gooien ze, Hij ze dan op het stage. Het gaat niet werken. <laughs> als jij durft te zeggen dat Drake je heeft tm. gewonnen, of je vindt iets laus, broer, je wordt afgemaakt. niet, ja, ja, man. Dan denk ik van, bro, waar ben je mee bezig? Iemand mag zijn mening mee hebben, gewoon. Dus ik, ik hoop dat dit de laatste tune ik is, hoop maar. Er, Ik hoop het, en ik heb het al klaar Wat ik, wat ik, ik wel had man. Man. Van, niet lauw meer, Kijk, man. van, deze mannen zijn zo lang al, zeg maar, achter de schermen of wat dan ook tegen elkaar opgezet van, oké, okay, als dat het gaat worden, als Kendrick voor Drake gaat komen, Drake had nog gereageerd bij Academics van... Ik hoor al tien jaar lang dat die guy me, look, nee toch, me zoekt. Ik ben ready voor die guy. Dus uh, Joe Bodden zei nog van, we hebben allebei, allebei hebben ze een nuclear bom, ready. Dus ik was echt op, gewoon like eater aan het wachten, zeg maar, mm. gewoon echt een major diss track, gewoon dat je denkt van, wauw, dit is een super classic. Of. maar ze zijn het super persoonlijk gaan zoeken allebei, en ze zijn allebei op elkaar willen boycotten, vernietigen. Maar het is niet. Zeg maar, gewoon hip hop. Ik ben de beste. Jij bent kakker, Ik kom je nu halen. Maar dat wat dat jij nu zegt, letterlijk van, ze hebben nuclears, en ja, die nuclears was jij niks. bent een pedo, ja, Jij man. vond je oma. Ja, In plaats van, laat me gewoon keihard ja, rappen. Van, ik ben en de ik beste. Ga je eraf halen. Ja, maar Maar Denk je niet, dat, niet. Het, dat het verder gaat gaan dan alleen rappen? Stijlitoepak bitch. Nee, goed. hun zijn hun niet die guys man. Sweet ja. niggas, man. Ja. Hun hey, zijn niet die guys man. Jij Weet je wat ik het alleraanste van deze story vind? Ik broer, quote mij iedereen die nu luistert hè. Over twee jaar, misschien drie jaar. Broer, we gaat knuffelen onstage. Nee, ze komen samen met nee, de June. En al ze niet. lachen iedereen nee, uit. Nee, nee, die tegen nee, elkaar nee. bijna gewoon als wie op straat die en Drake heeft gewoon niet uitgehaald. Ik, ik zei al, gehad, ik zei al J. Cole, broer, J. Cole en Kendrick zijn sowieso de eerste die met elkaar gaan knuffelen. Nee, hun sowieso. Maar, maar daarna de honderd wel, man. We gaan knuffelen. Broer, wie was dat bij Meek en Drake? Dat hun ooit nog samen zouden komen? Back to back, hè. Nick, ik hoor back to back. Hij is elkaar vernietigd, hè. Broer, hun albums gaan dadelijk ontploffen. ik allemaal wat ik uit die toy van Kendrick... Haal, het enige wat ik daaruit haal is dat hij die. Hij haalt, hij haalt hem tot in zijn ziel. Nee, dat gevoel dat, haal ik niet uit. Dat Ja, man. Dat, daar zit Is marketing. Broe, <laughs> ja, Nee, man. Volgen, deze man? Misschien volgende maand, hè? Eh. Eet such, stay is marketing. Dat is papa. En maar Kendrick hoeft niet op die botto te gaan. ja van. wel Hé, nee, focus, focus pakken 10 Marketing is marketing. Focus pakken 10 milli per dag, hè? Hé, he? hey, wat de dag per dag? Ik word wakker 7 uur. 10 milli. Oké, wacht we is gewoon een goede vraag, hè? Gewoon, ah, een, vraag, ja, Gewoon een vraag, hè? Dus hoe jullie zelf zeggen van hoe leerlijk Lee Kendrick is, moet hij op deze bottle gaan om mijn boek te maken? Tuurlijk, man! Het, oh, gaat man. het gaat om willen. Hij wil op deze bottle. Drake wil op deze bottle. Nee, niet Dreek. Want je ik... wil aanblijven, man, papa. Zo. En of denk... je nou zo'n ending nodig hebt van je moet elkaar dissen, of je kleurt je nagels, is je koude allemaal. Maar nee. je wil aanblijven. Maar, is allemaal maar, maar, maar denk allemaal Voor mij gaat dit wel dieper dan. Ik denk is afleiding misschien.

ik hoor deze voorbij dus komen. kan, kan dan, gewoon. Ja, ja, kan ja, gewoon. Ja, ja. Ik ken die algoritme toch. Dat is het. Bro, ja, je kan ja. gewoon. Jullie kijken nu daar. Maar we zijn hier. We zijn hier. hier ja, ja. We zijn ja, ja. is aan het fixen. Maar, 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 maar. Dat, 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 dat gebeurt in de media toch? Met, uh, Alles met, uh, is mogelijk. Framing. Framing natuurlijk. hebben gebeurt sowieso heel veel meer in de wereld. Bro, omdat ik zag. Die muziekgame was even aan het vallen daar zo in Amerika. Je weet toch. Iedereen loopt elkaar te exposen. Dit, Die big 3 die niks deed. En nu opeens is het weer helemaal daar nu. Ja toch. Ze zijn weer in de central dimension. De is die worden gehaald man allebei afsluiten. lastig gewoon man zijn de winnaars zijn de nee, allebei hebben gelastie Ken... in mijn ogen Ken... kleine heeft nee nee maak nee, nee, nee. Drake heeft ga niet kleine week Wee, maar Drake nee, nee, nee. heeft ik niet gelastie ja maar hoe ze dit hebben aangepakt okay. ik ben team Drissi. maar ze hebben allebei niet fully voor die jab gegaan allebei zijn nu je moet gewoon wel eerlijk blijven laten we kijken het is in principe nog niet voorbij Laten we hopen wel wel maar het is nog niet voorbij ik word 21 hoor <laughs> <Ja>. <laughs> dus, man, laten we naar de volgende topic gaan. En dan komen we aan bij de twee mannen aan tafel. Want jullie hebben een tune samen, ja. Silent. Ja. En Shhh. voordat we daarop gaan inhaken, jullie zijn genomineerd voor een motherfucking panic. Mag ik een applaus oh, voor deze de man? De ja. ja. ja, oh, no, Best collab. Best collab. Best collab. Hadden jullie het verwacht? Nee, man. Ja. Met hey. nee, 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 nee. Jawel, deze man wakker. He. Ja, ja. ja is, 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 is we gefeliciteerd, we zijn genomineerd, zeg maar. Mensen er wel vermoedens gewoon van, hm. het kan wel. Ik het niet man. Nee? Maar oké, okay, als je nu zeg maar de lijst ziet van alle tracks die zijn genomineerd en je ziet jullie ertussen staan. Vind je het dan terecht of denk je nog steeds van, wauw, ja man. Terecht man. Ja toch? Sowieso ja, terecht, ja ja, terecht, terecht, dat was het. We sowieso een beetje laten schudden met die tune, je weet je toch. We hebben wel bewezen van, hey yo, we zijn jongboys, maar we komen ook richting jullie, snap je? Ja, en dat is, dat, daarom hebben we ook, denk ik, die nominaties gewoon. Ik vind het wel verdiend, maar ik had het ja. niet verwacht. Ja. Die track staat nu op? Richting de zes... Richting, nee, richting de vijf. Hoeveel heeft dat? Ja, gaat richting de vijf Ik 5. weet niet eens hoeveel het heeft, ja. man. Maar, we gaan zo verder op de FunX Awards. Laten hm. we beginnen bij hoe is die tune tussen hm. jullie ontstaan, man. Maar volgens mij is jullie eerste tune samen, ja. toch? Ja, ja hm. man. Die Jo die, die, die tune al. Hij liep al lekker op TikTok en zo. En hij heeft die tjoeng gemaakt met Wavy, een producer. Waar hij goed mee is, ik ben ook daar goed mee. En ik heb ook, we zijn gewoon altijd bij House of Aces, samen met, met al die boys, DJ Dylan ook natuurlijk en zo. En ik kwam daar gewoon één keer in de avond. En hoe ik daar binnenkom, Wavy zegt: Jouw werk nodig. Hmm. Jij gaat nu een verse zetten op Silence. Zeg, ja, uh, 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 ja, kom, Bab, tape, tjoe, horen niet, aan die man. Oh, binnen een half uurtje, half uurtje had ik die dicht gelijk gestuurd. Ja, klaar, dat was het, man. Zo ging het. Maar easy. Jullie kenden elkaar hiervoor? Jullie kenden elkaar waarschijnlijk wel. we kennen elkaar wel. Ja, we elkaar ook, we wel ja, maar was we niet, maar, niet, niet zo van boot. we waren we met elkaar. We waren aan het chillen of zo. We zien elkaar optredens, we komen langs elkaar, groeten. naar papa, papa, je weet toch? En het is gewoon wel organisch gaan zo, toch? En nu hebben we gewoon een goede band, hij is gewoon wel jongen. Ik wilde eerst eigenlijk wel die lijst op die pakkoe. Oeh, jab man. Ja. <tie> hey, hey, <tie> hey, hey, volgende, volgende topspel. Hij draagt shirt van Dior, hij draagt shit van ja. <tie> jij draagt shirt van mij. Jij draagt appel appel. Ik ben neutraal, volgende. Ik wilde eerst die lijst op die pokoe. Hmm. Zij wou niet. Ja, begrijpelijk. Wat is gebeurd? Begrijpelijk. Wie, wie nog dus meer? Toen, zeg maar, ging ik nadenken: van wat heeft deze pokoe nodig? weet je toch? Ik, ik vond ik hem sowieso al te hard. Maar ik dacht al van ja, hij gaat er niet van me doen. Okay, weet je dat, is van buitenaf ga je misschien denken: deze man is een beetje high class ook, snap je? Ja, toch. So, en, maar, ik, heb ook, ik wil ook niet die L pakken. Hé, hey, ik ga je baren en je gaat me. Snap je ja. wat ik bedoel? Ik heb, ik heb te veel. Trost, ik, trost. Ik, heb, ik heb veel, veel trots voor dat. Ja. Nu, ik check hem. Of ik check hem niet, ik check de wifi, WV zegt waarom ik ga het regelen. Ik zeg: maar, Bro, als je het kan fixen, zal het goed zijn. Hij zegt: Ja, maar gaat regelen. Diezelfde dag. Met een half uurtje zo, die man heeft die verse. Zeg, oh, dit, dit maar is, zeg maar alleen wat jij net zei, zeg maar van, pitch jij dan alles zelf of regel je ook zeg maar via management of via label, zeg maar dat dingen gecheckt kunnen worden. Eerlijk gezegd, hoeveel featurings keem, keem? Ja maar dat, da, tot nu toe, waar, ik, ik, ik weet toch, dit is één van de en dit is gelijk Sky High gegaan. Ja. Ik heb, ik ben gewoon echt een solo artiest man. Ik heb begin van mijn carrière wel featurings gedaan, hier, Bocca da, Jordi money maar mijn laatste twee jaar dat ik aan het rennen ben, is bijna 9 van de 10 pokkers daar gewoon in de gewoon solo. En dat vind ik ook gewoon fijn, je weet toch. Daardoor bouw ik ook gewoon mijn goede fanbase op. Mensen beloven mij echt. want ik, heb ook, ik vind het ook moeilijk, je weet toch? Mensen benaderen en een fail gevoel krijgen van, je weet toch, ze doen een beetje lekker. Dan ik ja, van, dat, bo dat stukje bedoel ik juist. Van. Dat je gebeurt je veel van... man, ja. straight op man. Ja toch, maar... Zeg maar, wij, wij komen uit managementkant juist. Nee, mm -hmm. En dan is het makkelijker als je je M voor je laat rennen op zulke stukken. Ja. Snap je? Van... Niet altijd, niet altijd. Ook niet. Nee, tuurlijk, niet altijd. Soms is die persoonlijke touch juist belangrijk. Weet oh. je wat, als zijn manager naar mijn manager zou komen van... Um, voel je dit? Ja, voel je dit of wil je op deze tune gaan? Dan is het al gelijk een, heel, heb je een ja, hele andere ja, het, is, band het is zakelijk. Dan, het dan, het ja, is ja zakelijk. toch? Het is dus zakelijk. Dan ga je ook heel zakelijk doen. Snap je bro? Ja. Hoe het zo is, gewoon organisch. En ik denk ja. ook gewoon van, als je iemand gewoon voelt moet je hem gewoon baren, maar ik zeg je eerlijk in de scene, doe heel veel mannen lekker. Ja. Te veel zo. Ja. Nee, ja, ik denk een simpele voor. voorbeeld, heel kort. Is zeg maar, ik kon jou gewoon persoonlijk checken, snap Zeker. je? Omdat ja, wel gewoon ja. een persoon. En ik moest jou via M checken, snap je? Ja. Ja. En je zeg maar, hebt dan alweer een soort van aan andere andersom heb jij wel van timer. Je weet toch? Zeg maar. Ik ken hem. Je weet toch? Dus ja. het is iets makkelijker om die stap te zetten Zeker. of zo. Bij jou moest ik M, ik moest wachten op M. Maar, ik ben sowieso dus, ook, ik ben ook ook niet die guy dat. Je weet toch? Ik Daarom zeg ik als je hem nog niet kent, ga je dat denken. En hij is sowieso misschien wat minder op social media ook. Soms kan ik hem checken en hij gewoon dagen later reageert en zo. Dat is gewoon de waarheid, ja. Maar ik ben sowieso die guy van. Ik ga je nooit het gevoel geven van ik doe artiesten terug. Weet je toch, die sterren Louris. Ik ga dat nooit aan iemand geven van ik weet hoe het voelt. Nu kan je wel zeggen: shots fijn. Nu kan je je Nee, nee, nee. Op het begin heb ik gezegd van hij is ook niet zo. Maar die gedachtegang had ik wel bij hem. Omdat ik vanuit buitenaf, ik ken hem. Sap je? Dus dat is wat ik op het begin ook zei. Maar ik ben ook niet die guy dat, snap je? En als je hem kent, hij brengt pokus uit met CC. weet je toch. Ik ben met hem op plekken geweest waarop mensen ons aanspreken. Die man is gewoon super humble. Alleen je verwacht het niet, zeg maar. Snap wat ik bedoel? Maar ja. veel mensen zijn wel zo. Hij had het ook gewoon kunnen denken van, bro, fucka deze diar. Ik ga harder dan hem, man. Ik hoef deze vuist niet te zetten voor hem, weet je toch? En ik zie, als je die krachten bundelt, is, is, is dom. Ja wow. toch? Zeker. Het heeft gewerkt. Aan nee, beide kanten. Het toch? werkt nog steeds? Ja, ja ik werk nog, nog steeds. Ja, ik man. nog steeds. Hé, zo. Hé, met een boete. En een boete in de pot moeten gooien, man. <laughs> <laughs> Drie barkjes, man. <laughs> je ja, af. En, en ook over Future is gesproken, man. Zeg maar wat je zegt, je doet niet heel veel Future, maar die pokoe, maar onze plek. Ja. Met bokken. Ach, man. Met daar, hè? Zo. Echt op broujachun, daar. Hoe is die pokoe? Kijk, Dat ik heb gewoon bepaalde mensen die mij hebben gecheckt, kunnen me sowieso altijd checken. Ja. En, maar ook al heb je mij niet gecheckt, als ik een pokoe beloof, beloof ik het gewoon. Bokken vind ik een van de hardste artiesten die er is in Nederland. Dat zeg ik hem ook altijd. Die pokoe was gewoon snel getouched. Die mensen zeggen: Ja, maar kijk hier, ik zeg: Oké, okay, nog eens gelijk plannen. We gaan met Wavy naar de studio. Wavy tape me snel. Maar ik heb ook een goede band met hem. Dus ja. hij heeft me gewoon gewaard van: hey, Yo, fuck, ik wil je op deze tune. En dan is het gewoon zo geregeld. Nou. Simpel. Ja, maar. Redelijk op hij die is wel, zeg maar, Bokke levert precies wat hij moet leveren. En jij gooit net die saus erop, zeg maar, die Dior saus, wat ja, jij dan oh, weer yeah. kan. Hij gooit echt die bars, die rap. En jij komt met die, jij gooit die 5B Jij, die maakt, die het ja, jij ja, maakt, maakt het Ja, maar jij maakt het echt een tune, tune, tune. zeg maar. Dus dat is wel die best of both soort van, weet je toch, van de tape klopte ook, en Klopt. alles klopte, en wat jij, die tune, dat bracht alles gewoon samen. Dus dat Okaan. was gewoon die laatste puzzelstukjes die precies En pasten, dat is wat man. ik ook zeg, dat moet ook gewoon vaker gebeuren als we deze Nederlandse scene gewoon aan willen houden. Jacino was al hier, zeg maar, hij heeft al een paar dingetjes gezegd. Mm. Ik, wat ik vind, is gewoon van, we moeten gewoon meer met elkaar werken, man, onderling. Al verwacht je het niet, al zie je zou je Ashavante en uh, Lucio nooit op één trek zien, of CG en Dins, en Noem maar op, je mm. weet je toch? En een kleine John. Je zou het niet verwachten. Het zou gewoon werken. Weet je waarom? Een muzikaliteit spreekt gewoon voor zich. Als, wat hij zelf zegt. Eet zou niet zo wachten dat hij die tune kon killen. Die produceren toch van die trap tune. Hij heeft dat gedaan. Waarom? Die man heeft gewoon talent. Mm -hmm. Zou ik dat te zeggen? Ik hoor je, beledig, man. Wat, wat, wa wat zijn nog artiesten waarvan jij naar kijkt uit die, uit die youth, zeg maar, uit die jongens zien? Waarvan je denkt: van, ik denk als wij een collaboration zouden maken, zouden we bossen. Zelfde vraag van jou ook. Als ik, ik denk sowieso met schaf wat ik zo had ik sowieso, sowieso wel omdat, ja ook gewoon nieuwe samen zijn mensen zeggen van ja we zijn wel een beetje als elkaar je ja. weet toch als je mij vergelijkt met iemand door ik altijd schaf ja. of ik word vaak vergeleken met de ICSB is natuurlijk omdat hij bij Henky was oh, ja, ja. en ik was natuurlijk bij Chief en we hadden een beetje ik had WS uit peper zien je ja. weet je toch een beetje straat een goede tune voor de straten hebben jullie iets Nee man, nee, maar dat het zou wel hard wel zijn. Het zou echt zijn, dom zijn. En... Jullie zijn wel geopen met elkaar? Dit ja, als we elkaar zien is gewoon, is gewoon... all love. Ja, maar maar is... vibes nee, 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 nee. Als we elkaar zien is all love, weet je toch. Dat zou ook gewoon hard zijn. Pff, voor de rest... Okay. Van de jongens heb ik niet echt iemand waar ik denk van ja man... Zou ja, ik kill gewoon... Ik probeer gewoon veel zelf te killen man. Ja. En, en, en zeg, en maar, jij? Om, ja, wacht even, om, om zeg maar die tune niet zo makkelijk af te sluiten van wat je al zei, silence. Laten we jouw first ook niet vergeten. Hey, je ja. bent een ten, ah, een ten. Penny <laughs> 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 <Betty laughs> of the gram. Ja. Van, als ik net sprak over bokken en een Dior en dit ook. Hij past precies. Snap je? Ik heb, ik heb, ik heb die, wij hebben je show zeg maar, ook gezien. Ja. Om daar nog niet zoveel over te zeggen of zo. We hebben je show ook gezien voor het programma van schief en toen je die pokoe deed, het ging kwijt, maar ook gewoon die vijf van zeg maar toen zijn first liep en alles ah. en zeg maar ik kende die tune al zeg maar en gewoon alle weet toch alle woorden hè, zo zijn bekend maar om dat live te zien die energy wat het publiek ook geeft zeg maar op jouw first op die hoek alles ja en jouw first man pa is een super toegevoegde waarde ja. ook Dom, op die man. tune. Ik ben ja. een long fan, ja. ik ben een fan. fan. Ja. Dus, <laughs> <laughs> ja, het is ja, gewoon een major ja, ja, plus ja, ja, zeg maar zeker, op de tune zeker, die zeker, er is, want zeker, vaak zeker. kan een FT zijn van die tune wakker en wat je zegt van die tune, hij stond er al, ja. maar wat je hebt geleverd is minimaal precies die daar, extra, is. Extra ja, extra ja toch, ja, het dat is dat gewoon is, die, ja. die finishing touch. Dat is eigenlijk zo'n FT hoort te zijn toch? Ja dat toch, toch zo hoort het te zijn, ja. maar dat is wel wat je nu hebt geleverd en wat het niet altijd is, dus ja. om dat niet, hé toch, laten we, daar, laten we dat niet negeren manpa, van je verse is crazy man. Ik weet wat hij doet. Je hij weet dat dat doet. <laughs> hij <laughs> weet waar het <hij laughs> komt. ik moet gewoon iets doen. die pockuwaka al op TikTok. Ja toch. Want ik mijn woorden die nu komen, ik weet niet. Of, ik weet toch zo? Heb ik het geïnterpreteerd. Net die woorden die ik nu ga gebruiken in deze pers. elke meid moet het met volle borst <laughs> ja, ja, nou, zeg Maar okay, je, ik, ga niet, ik ga niet in die artiestenrol gaan, ja. maar om wel te zeggen, van het, het, is, het kan het makkelijkste zijn, maar ook juist het moeilijkste. Ja, van ah, die pokoe staat zeker. al. Het gaat al lekker, je had hem al getiest. Ja. Dus in principe, jou hoeft niet alles te creëren, maar je moet wel daar leveren. Want ja, wat je zegt, als je niet levert, dan kan jouw first in vergetenheid raken, snap je? Van? Ja, Hij is niet op niveau, dus ja, ja. je legt ook wel een bepaalde druk. Maar ik zei ook tegen WFI: ik zeg bro, ik ga nu tapen, ik ga het nu voor jou tapen, maar alleen als ik hard kom, blijf ik erop. En ik, eerst ik had de, eerst een hele andere flow hè, op die tune. Ik had een andere flow. Ik luister naar die flow. Ik zeg waar deze weg? Ik ga helemaal opnieuw beginnen. Ik zet gelijk die ten uit of ten. In één keer, woep. Ik zeg, ja, stuur maar. Ja, dat <taps> is gewoon die model van de Champions League finale. Ja toch, <laughs> ja toch. Ja, toch is het is 1-1. Je toch, ik geef die man een serieuze voorzet. Je toch, hij kijkt, hij kan hem erin, ja toch. Hij is de oma. Hij is de oma. Hij is de oma. Ja toch. Ja ja ja. Precies. Just, yeah. ja, 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 ja. Ja, ja, dus, het toch mooi maken. Ja man, hij hoeft hem alleen erin maar het was wel belangrijk dat hij hem erin maar. Ja toch, serieus. Laten we even een stapje terug doen, want... Jullie zijn genomineerd. Ja. Ja. Hoe groot schat jullie de kans in dat jullie hem gaan? Faxie, man. Kijk, ik, ik zeg je eerlijk: wie, wie, wie staat allemaal daartussen? Want jij op wie had jij gestemd? Joe en Ding. Ik Cho heb twee keer gestemd. Joe <laughs> en Italië, niet genoeg. Nee, ja. 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 Uh, ja uh, ik Digi denk dat ik. Ja. Joe 180. 180. 180. Ja. Commercials die ook kwijt gegaan hoor. Ja. Ja. Uh, uh, Kevin en Jay, trap. Ja. Ja. Staat, staat die ook daartussen? Ja, ja nee, nee, zeker, nee. zeker, zeker. Die is net, hij heeft volgens mij net nog die kort gehaald. Ja. Die, die zou ik hem niet, persoonlijk zou ik die niet gunnen, man. Is ook ver weg. Ja, ik denk dat die een vast is. Vers voor mij is het wel. Zit er nog meer? Dat weet ik Je hebt niet genoeg. Je hebt niet. Ja, man. Kat, oh, ja. nog domino's. 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 Kijk, wat je, wat, je, wat, je, wat je daarop kan zien is zeg maar van je ziet allemaal A artiesten Dus aartiesten artiesten mm. die zeg maar nu het is en dan Zie je ons. En ja, ik vind dat we wel gewoon gas hebben gegeven. Ja, snap zeker. Iedereen kent die tune. Je ziet gewoon, we hebben echt gescheind als we optredens hebben, bro. Gaat Zio, helemaal joh, cool. Ja, ja. Vanafijn van tot versus. En ja, het zou wel lekker zijn als we een pakket pakken. Alsof, dan zouden ja, dat pakken. Dan, als ik dan dan pakken. ga je eerlijk zeggen, weet je wat mijn mooi was? Uh, twee jaar geleden, zeg maar, zei ik van: Oké, okay, Ik ging drie jaar geleden mee met. Nee, ik ging twee jaar geleden mee met Chief, naast de phoenix Music Was Was hij genomineerd voor Kom Online en zo. Mm. <laughs> zei ik van: Oké, okay, volgend jaar wil ik hierbij zijn. Je weet toch? Wil ik genomineerd worden voor de next best? Toen was volgens mij Jema was volgens mij genomineerd ook. Mm -hmm. Zeg ik van, oké, okay, ik zie het wel realistisch. Je weet toch, het is wel realistisch dat ik wordt genomineerd. Toen die jaar daarna, zeg maar dat was vorig jaar, werd ik genomineerd voor de next best, zeg maar dat was voor mij al die trofie, ik hoefde hem niet, te fassie, ik was gewoon van, ik, krijg wel, <laughs> nee. ik krijg wel mijn waardering zeg maar in a way zeg maar, snap wat ik bedoel? Toen zei ik vorig jaar, volgend jaar wil ik alleen optreden, want ik ga niet, die gap is te groot van next best naar best MC of best collab, ja. weet je toch, je speelt in een big league, gewoon, al die mensen die je ziet zijn allemaal big artiesten oh, zeg maar. Ja. Dus ik had het niet verwacht, ik heb ook niet gezegd van, stem op mij, je weet toch, is gewoon, onze fanbase is gewoon echt sterk, ja, weet je toch? Uiteindelijk, ik wat wakker vandaag. Ik zie, ik ben genomen Dus ik heb eigenlijk al van mijn gevoel gewonnen, zeg maar. Ja, zal ja, wat ik bedoel? Maar, toch, maar is er nog een bepaalde, want uiteindelijk zijn het een soort van een stemmen hoor Dus het gaat om de fans wie het ja. meest stemmen. Is er dat bij weet jij, hè? Dat weet jij, hè? Dat wordt gezegd. Ligt, maar kijk, is, er nog een bepaalde, is er nog een bepaalde push dat je denkt: van, ik kan hier ook gewoon vol gas in gaan. Want die achterband die jullie hebben, is anders. Dat is het. Kijk, ik denk oprecht dat als wij het echt gaan pushen. Van joh, stem op ons. Ik weet, onze fanb zijn fanbase gek. Onze fanbase, uh, mijn fanbase gek. Dat we qua stemmen. de meeste gaan pakken. Iedereen blazen. Ja. Dat denk ik. Maar ik denk juist wel dat dit. Zeg maar, als ik kijk naar Fannyx. Ik ga niet zeg maar mijn hand in het vuur zetten. Maar als ik kijk naar hoe het afgelopen jaar is gaan, is het juist wel dat. Wie de meeste fans heeft in het algemeen dat die vaak winnen. Terwijl ze niet op dat moment de meest productieve zijn of het meest hebben gepresteerd. Ja, ja. Maar dus dat, zo zie ik het in ieder geval wel. Dus ik denk als jullie fully gaas gaan, dat jullie echt een goede kans maken, man boys. 100. Ik zou, het, ik zou het zonde <laughs> vinden. Zeg maar, als jullie niet vol, vol Gas ja, gaan. Maar, maar het is nu makkelijk om te zeggen: van oké, okay, ik geloof het niet, dus ik doe het niet. Maar stel je voor, je zou het he? wel... Nee, nee, hij, nee, is nu, hij, is, hij is nu reclame aan het maken. Nee, hoor Nee, <laughs> Nee, <laughs> nee, <he>? <laughs> nee <laughs> zeker niet. jullie ze Ja, push het wel, nee. weet je wel. niet is uitverkocht. Dus zeg maar, die push hebben ze niet meer nodig. Snap je? Ik zeg het niet van... Het of ik geloof, je toch. Ik heb het sowieso gepushed. Ik heb het sowieso ook gepusht. Vandaag hebben we het gepost. We zijn nu samen. We kunnen dadelijk een video maken. We zien elkaar nu, snap je wat ik bedoel? Maar... Mijn vierie daarbij is misschien wel minder dan vorig jaar. toen me die next best. Dacht mm -hmm. ik had ik al het gevoel van ik aan deze facie zeg maar. Die is echt jullie. Ja, nu toch? speel je met echt de top. Nu, nu zeg ik gewoon van bro, dat ik al in die rij sta. Dadelijk wanneer het komt, ben, uh, best collab, ga je die pokoe horen. Bro, dat is van mij al bro, Iedereen die in die ja. zaal zit gaat zien van bro, we maken geluid. Snap ja, je? En ik ben in stipokoe ja. met uh, een Frenna of zo. Dus gewoon, we zijn twee jongens, school snap je? Zeker man. Als jullie die kino zo maken, maken we even hier zo. <laughs> Top joh. Dan gaan we moeten praten via Insight. <laughs> <laughs> dus Paul, we gaan alweer naar de laatste topic van de evening. Ja. En dat is natuurlijk, ja, wat kunnen we nog verwachten van jullie dit jaar, man? Van ons samen? Ja, Gewoon van jou. Apart, Los, man. Als artiest. So, so, alleen maar bangens, we gaan allebei, denk ik, sowieso gast geven. We, zien, uh, we zijn nu aan. Dus gewoon alleen maar gas geven. Samen komt ook sowieso... Mm. Dat weet ik denk ik wel zeker. Komt er nog sowieso. wat klaar op? Lijkt alsof jullie dadelijk de stuur ingaan. Toevallig. Dat is effect, joh. Toevallig. Nee, that's, that's fact, <laughs> <though>. <laughs> Toevallig? nee joh, Ik denk gewoon... Uh, we gaan gewoon geluid maken, man. Even laten horen. Je weet toch, we hebben lang gewerkt voor dit. En dan is het gewoon tijd gewoon, dat we nu... Uh, maar... Kunnen maar. we een EP van je verwachten dit jaar? Van mij? Mm. EP solo? Mm -hmm. Misschien. kijk ik, Het kan. Bro als ik jullie eerlijk zeg, ik kan nu misschien sowieso vier albums aanleveren, misschien vijf, zes, mm. <laughs> ja. zeven, zeven, ja. zeven. Weet je dat ik die zeven was? Zeven. Kan het? Dus, ik zweer dat ik kan het. Maar het is nu gewoon omdat ik ben zeg maar een artiest, niet met een specifieke genre. Mm -hmm. Dus ik ga vandaag in de studio en ik maak reggaeton. Morgen ga ik naar de studio en ik maak trap. De andere dag ga ik naar de studio en ik maak danshal. Mm. Snap je? Dus voor mij is het ook gewoon moeilijk. Waarom? Omdat voor, voor de meeste artiesten die, die, die een standaard genre hebben ja. hebben hun fanbase die houden van hun genre en ik heb dat ik heb zeg maar geen genre dus ik moet nu ook gewoon strategisch, uh, strategisch gaan denken van yo wat wordt de volgende tune wat ja. wordt ja. de volgende set snap je ga ik op die trap mode blijven ga ik weer naar een love song ga ik naar een silence mode ga ik naar dus snap je ja. dus ja een ep, ja. Een, EP ja, een ep is zeg maar als ik als ik nu zie van oké okay, deze tune Vinden ze echt, echt lauw. Dit is die sound wat ze meer willen horen. Kan dat. ik heb zelf R&B tunes. Maar, even advocaat van de duivel spelen. Dan moet jij zeg maar wachten tot wat vinden mijn luisteraars slash leuk. Of is het gewoon van, ik wil dit maken, dus ik ga dit aan jullie geven. Ja, zo ga ik gewoon doen man. Natuurlijk ga je ook wel kijken van, wat vinden ze lauw. Maar ik denk gewoon, uiteindelijk, ik ben altijd de artiest geweest. Ik drop wat ik, wat ik zelf leuk vind. Ik denk dan wel, zeg maar, hoe je nu getekend bent: eerste poek pokoe gedropt, dat er dit jaar wel minimaal een project van je moet komen. En ja, hoe je hem invult, is aan jou. Mm. Pressure. Ja, hey, hoge hooggedrikkend. Hoog maar waar, waar, waar hoop je gewoon, zeg maar, einde van het jaar, bijvoorbeeld nu dan? Uh, je hebt. Uh, je track die hebben je eerste track maar Waar hoop jij einde van het jaar te staan? Los van of je een project drop, of je zes singles drop, of één single. Zeg maar, wat is jouw doel om einde van het jaar te staan? Ja, gewoon. Dat wil je minimaal bereikt hebben. Minimaal? Ja. Gewoon naar de top gaan, toch? Dat, dat, maar wil dat... je einde van het jaar al aan de top staan? Of wil je een soort van. Nee, kijk, bij mij, bij mij maakt het niet uit hoe lang het duurt of wanneer. Het heeft geen haast. Ja. Het komt gewoon vanzelf, dat weet ik. Het komt sowieso. En ik wacht daar gewoon op. En in, 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 in de tussentijd wacht ik, gewoon, wacht ik gewoon totdat ik kom en ik blijf gewoon gas geven, releasen. Misschien kan het bij mijn volgende release al zijn. Misschien bij de tweede, misschien bij de derde of die zeven. Snap je? <laughs> is, is geduld. Snap je? Ja, het is sowieso, dat, heb ik, kijk, dat heb ik sowieso in, in, in heel mijn muziekcarrière geleerd van. Bro, geduld hebben. Kijk, ik, mijn eerste tune is gelijk Millie gegaan. Snap je? Sommige, sommige mensen denken al oh, gelijk bij Millie van, joh je bent daar. Mijn tweede tune ging ook al oh, naar Millie. derde tune was... M'n banger, shotgun, snap je? Dus hm. Maar uiteindelijk was ik, was ik... Ik was wel daar, maar ook weer niet. Ik heb een hele ge nieuwe generatie weer meegemaakt, snap je? Ik heb, ik heb mensen van mijn leeftijd meegemaakt die fan van mij waren. Die zijn nu ouder geworden, die geven jou gewoon love. Ja. Door één keer te liken. Ja, ja, ja. Maar nu heb je weer een andere generatie die liken, die delen, die reageren. En dat had ik toen ook. Maar nu is het weer een hele andere, andere tijdperk, snap van. je? Dus bij mij, bij mij heb ik gewoon uh, besef van... Yo, is gewoon even geduld. Belangrijk. Maar je komt er wel, want kijk... Sommige mensen zijn blijven hangen in die tijd. en die kunnen nu niet meer omschakelen als hoe ik dat heb gedaan. Snap je? Ik heb met artiesten gezeten. die echt hard waren in die tijd. maar nu gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Ja. Dus ja, het is gewoon allemaal geduld. en op een gegeven moment komt het gewoon vanzelf. Ja, maar ik denk dat het een hele goede mindset is. Man. Ja, dat, zeker. Man. Ja. Ja. Belangrijk. Hoe is het voor jou dan, pa? Wat kunnen we dit jaar nog van jou verwachten, man? Gewoon eerlijk zijn. ik ben sowieso bezig met. richting een project. Maar dat gaat chance maken wanneer het land, Dat kan ik niet teveel veel zeggen. Maar nee. dit jaar ga ik hem niet uitbrengen. Ik heb al twee EP's uitgebracht op mijn naam. Ik wil nu gewoon echt richting een album gaan werken. Mm -hmm. En gewoon super komen. Gewoon creatief, uitgedacht, van A tot Z. En dat heeft gewoon tijd nodig. En de juiste moment. Dit jaar is dus gewoon singles droppen, singles droppen. Die boss blijven creëren. Ik heb nu drie singles bij Avalon. Mm -hmm. Allemaal over de milies. Gewoon zo door blijven gaan en... Uh, als het de juiste moment is, gewoon gekke album brengen. Maar mm, oh okay. nou, wel op die lobbyboot, hè? Ja. 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 Of alleen ja, een beetje switchen in de Ik nou, denk dat ik dit aankomende project gewoon op die lobbyboot ga blijven. En die projecten daarna ga ik weer laten zien van oké, dat spannend. Okay. Lobbyboot, hè? Ja, so album, album is lobbyboot. Ja, dit dus, dus, ja, nee, 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 is nee, nee, nee. Is die naam? lobbyboot. Kom mee, 2025 <laughs> lobbyboot. <laughs> nee, 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 nee. Slechte naam. hoor. <laughs> <What>? lobbyboot. Nee, man. model, man. nee, man. Ik zeg je eerlijk, een naam moet ik nog bedenken. Maar ik oh. ben wel gewoon, als <laughs> ik ga werken, ben ik wel met de gedachte van, oké, hoe moet mijn project eruit zien als het komt? Je weet als ik ready ben, snap je? Gewoon veel singles. Deze eerste drie singles bij Avalon zijn goed gegaan. Zijn, wat hij zegt bijvoorbeeld: hij maakt verschillende soorten mm -hmm. Ik hoor hem daarin, Silence is een ander soort vibe. Mm -hmm. um, my Type is weer een ander soort vibe. En Parfume is ook weer een ander soort vibe. Maar hij zal over één ja, um, uh, subject in volgens een mij. Een zeg maar. Ja toch, het zou in één IP ja. passen dus. Wat is je favoriete tune van die drie? Parfum. Waarom? Ja, misschien de Silence. Mm. Nee, ik ja, nee, nee, ja, ja, ga, ga eerlijk zeggen, muzikaal gezien vind ik Parfum de sterkste pokoe van die drie. Ik had niet zo wachten dat hij zou doen wat hij nu doet, dat is volgens mij op 4T of zo. Vier en een half, in een week en een paar dagen. Uh, mijn tijd was gewoon het tussendoor om te laten zien van kijk hier, ik kan ook wat anders. Weet je, toch? Mm. Een vibe wat jullie niet gewend zijn in Nederland, maar Silence mm. is allemaal schat. Je wil die deur gaat trappen oh, naar een nieuwe level. Snap je? Ja, en maar, bij, boy, merk je ook, zeg maar bij optredens zeg maar het verschil in wat die tune doet met de rest? Of valt dat zeker, mee? zeker, zeker, zeker voor jou ook? Zeker bij, bij... Silence, zeg maar. <laughs> bij Silence, ja, op dit moment. Is dat, is dat nu de tune of valt dat voor jou wel mee? Bij, bij shows kan ik dat niet direct zeggen, omdat wij ik, ik, trainen ook op met John. Je hebt Scuscu, -scu, je, hebt, je hebt Zina, je hebt Balance, daar treed ik ook op met John. Hm. En dan Silence. Snap je dat? dat zijn, en Celavir heb je ook. Dus dat zijn vijf tunes die oh. allemaal. Zelfs op YouTube zijn ze over dit. Celavir heeft volgens mij 3 miljoen of zo op YouTube. Uh, Zina heeft 2 miljoen op YouTube. Snap je? Dus zelfs op YouTube zijn ze gaan aan. Dus. Maar ik merk wel bijvoorbeeld bij die first, man. Bij Silence gewoon, ik zing niet mee. Ja, ik ben, gewoon, niet ik niet ben gewoon die mic zo aan het houden, gewoon hmm. schreeuwen gewoon, ik, 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 ik zie gewoon die longen <laughs> uit de mond komen. <laughs> <of> ze, ja <laughs> ja maar straight. Nee, ja, ja. Silence, heeft, silence heeft van mij die deur open getrapt, ja, sowieso naar een, oh, nieuwe een nieuwe level. En zo zie ik mijn carrière ook gewoon, ik, hoef niet, ik ben niet die artiest die gaat stressen omdat my tijd niet even hard gaat als Silence. Dat klopt hmm. niet, snap je? Hoe heb je dan hoogtepunt, daar heb je geen highs en lows in je carrière. Wat is Als je Dat gaat hoe ga je jezelf gek maken. Man. Ja, toch? Dus uh, ik heb gewoon van, ik ben blij dat ik gewoon. Wat ik al zei bijvoorbeeld. Van volgend jaar wil ik bij die. Voor niks. Bij, wil ik niks bij zijn. Mm. Dat jaar daarop wil ik dit doen. Ik heb gewoon gedaan wat ik wou doen. Per jaar wil ik, heb ik mezelf weer overtroffen. Last van je. Hé, toch? Nu is weer. Dat zijn een nieuwe level. Toen was het daarvoor. was het Diamond GVS. Dat zijn zeg maar mijn drie hoogtepunten die ik tot nu toe heb gehad. Hoe moet mijn volgende weer? Maar je zegt daar wel wat. Want we waren even aan het sparren. Hè, voordat de episode begon. Ik heb last van je. Hoe kom je daaraan, manpa? Want je claimde dat dat van Dansko komt. Oké, okay, oké, okay, kijk. Huh? Ik ga mijn claim Laten terug... Het nu oplossen, maar. <laughs> Ik ga mijn claim terugnemen. Ik weet niet of het <laughs> echt van Dansko komt. Snelheid, toch? Snelheid. Ja, dat gaat als mijn kapot maken in die Ik kijk, Ik weet niet Weine of het echt van Dansko komt, maar wij, zeg maar, mijn groep, mm. zeggen altijd van... Ik heb last. Ja? Mm. Oké, okay, luister. Nee, maar het kan. Ik geloof je. Maar dan wil ik je vragen, wanneer zijn jullie begonnen met dit? Ik kan, niet, ik kan me niet eens herinneren wanneer niet. We hebben gewoon last. Mm. <laughs> ja toch wel last. Hey, ik heb last van haar man. Maar, en dan hebben we zelfs als we echt daar moeten gaan, hebben we gewoon facts met pokoes en dingen. Snap je dat we uit 2006, 5, 4 zelfs dat die al, al last. dat we al op pokoes hebben staan van, hé, hey, ik heb last. Snap je? Okay, ik heb okay. last. Dus kan je nou, nog steeds moet, met Jess zeggen? zeggen, ik heb last zeg maar, komt uit Rotterdam. Dat, okay. ja, dat, honderd... dat geloof dat is een ik, dat geloof ik. Zeg maar, om nog dieper te gaan, Rotterdam, Oost, Zevenkamp, je weet toch, je had ooit... Maar ik denk dat is, is van jou zelf. Of het is van jou? Hij is Oost. Kom jij, jij hebt nog geen Oost. Jij hebt nog een brand. Ik ben nog ja. okay, Jij nog een Oké, die dus, dak is van hem. Nee, maar... Ja, ja. Afgesloten. <laughs> hey, afgesloten. <laughs> Sorry. Daarom kwam hij zo zakelijk. Ik ben een dure guy. We gaan een boema geven. Hij zegt, Je moet boe ja, maken krijgen. Zo, tuin weer. Maar wel een 3%. Nee, nee, nee. ik sta ingeschreven, dus we kunnen het naar de nee. ijs aan de <laughs> Maar, nee, maar zeg maar om het. Uh, omdat ik het. Ik, ik heb het zien ontwikkelen in ja. Rotterdam. Snap ja. je? Ik heb op een gegeven moment. Uh, zeg maar man als Equals en uh, Sec Inc. die komen ook uit Oost. Dus die hebben het eerst gebracht. En toen werd het breder. Hef heeft het gebruikt. Maar Volgens hij zei: hij hebt het in 2006. Equals nee, en, uh, ja. ik was toen twee. Ja, uh, ja, maar, nee, maar, de maar ik toen werd het zo galant en hoorde ik het bij jou, dacht ik, is het galant? Want die Tori was, zeg maar, ik denk misschien in 2019, 18 of zo, het was Archie Tracks. was een keer in de studio bij Equals. En hij hoorde die takkie van, ik heb last. En is dus zei hij van, takkie, jullie zo hier in Rotterdam. Snap je dus, voor ons was het normaal. Ja. Maar in andere steden niet. En toen hoorde ik het bij jou, dacht ik: is het in Dutchland? Een hele pokoe en een catchphrase, en, hè? Snap je? je? Is die hoek, zeg dus maar. Dus ik, ik zeg niet. Je. Dat je het lijkt, lijkt wel alsof van. het van mij is. Nee, nee, je claimt het wel ooit. Je, je gebruikt het wel. <laughs> het nee, kijk, ik kleem hem niet. uit maar, de vertical. ik claim hem niet, maar. Dus je mag. Het komt wel zo over. <laughs> ja, ik pak niet pokoe met zoveel. Je pakt hem met chest. Je pakt hem met chest. Hey broed, dat is <laughs> chest. Heerlijk. Kijk, Hij is jouw wel vanuit Rovha. En vooral met mannen die uit Oost komen.

Kijken we wel, zeg maar van, oké, okay, toch die man klinkt, oh, hij, hij komt met die chest. Die maar luister, hij deze kan mij... gesprek kan je niet voeren met alleen maar rofa mannetjes Je ja, gaat niet hè? halen, gewoon accepteren. Broer, maar... je, je weet dat komen? mensen gaan hem in die comments gaan, ja. en dit wordt sowieso een short, dus okay, je weet, je gaat kwijt op ja, maar, TikTok. maar luister, luister, sowieso, oh, ja, dan, dan ben ik wel benieuwd. TikTok, TikTok is alle kanten. TikTok is, sowieso jullie YouTube, jullie YouTube is gewoon sowieso Roffa, omdat jullie praten echt ook veel Roffa-taal, snap je? Die Roffa-taal is hier dus, jullie hebben sowieso 80% Rotterdam. Maar ik heb één vraag, TikTok, ik heb nee. één vraag, toch? Als je gaat zeggen van, je hebt last van iemand, mm. toch? Mm. Naar wie gaan ze kijken? Oh, dus jij hebt hem zeg maar nee nee, 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 gewoon van, naar wie ga, als, 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 jij, nu, als, vraag als jij nu die takkie hoort, toch? Ik heb last. Van waar komt dat? vandaan? Ik heb last, man. Van, ik, of, tijf, je ziet een mooie oma en zegt, ik heb last van je, man. Hmm. Toch? Nee, hij is wel te algemeen. Hij heeft hem ook al eerder gebruikt, hè? Nee, maar dat maakt me niet uit. Ja, hij komt uit. Ja, ik geloof af, het waar. gewoon. Ik geloof het. Ja, maar dat maakt me niet Luister, uit. Je stelt nu deze vraag voor TikTok. Ja, ik stel, hem, op, ik, stel 100. 100. ik stel hem aan TikTok. Kijk, ik. ik heb een pokoe last van je, toch? Als jullie het niet wisten. Als je hoort last, weet je toch? Ga je denken aan. Hef, of ga je denken aan die... Of roffa, roffa, man! Of roffa, ga je denken, aan aan Roffa of ga je denken aan mij. En dan, gaan we Hoe het, niet? dan kunnen we het hun laten uitleggen. Want die takkie is comments. niet van mij. Dat is ook niet mij. Maar oh, je, je hebt hem wel naar gebracht. Dat is wel die chest ja. wat je nu gooit, toch? Dat wel. Ja. Maar je hebt sowieso wel iets gehad. Ik ben gewoon eerlijk. Van die pokoe was relaxed. Ik geef je gewoon die. Hij was relaxed. Ik die kan poku. je geen box geven, man. Pak, Ik, ben <laughs> <even>. <laughs> Ik zeg eerlijk, hij was relaxed. Alleen was het wel volgens van... Het is een Roffa takkie. En de Danscommannetje brengt hem, hij pakt hem uit en hij zet hem precies daar. En ja, ik heb hem ook mooi uitgepakt. Ja, dat dat die doe moet ik nog geven. Ik ben gewoon hey, dans flash die streams last even van even no, doei. Doei. Nee, nee, je, -oh. je. Je kan hem clin maar het is mede door Rafa. Nee, maar het kan de kern, kan in Rafa liggen. Toch? Je hebt het gewoon, maar niet. ik heb wel een kerst op die taart. Luister, weet je wat je zegt? Scha dan naar Rafa. Big Esel naar Rafa. Die kleine kerst zonder pit ook. Okay. Nou, uh, nog span, We gaan nu richting het einde. Uh, <laughs> uh, Daar heb door ik, ik nog één vraag voor jullie. Hebben jullie tips en tops? Voor tops, voor de podcast. Voor <laughs> die podcast of, ja, of voor toch? de artiesten? Goh, die op de nee, podcast. voor de podcast zelf. Wat vinden jullie ervan? Wat kan beter? Wat gaat goed? weet van mij, bro. Ik ben fan. Eerlijk, ik slaap met jullie podcast op de achtergrond. Hij vindt wat gek. Je schreeuwt pues oh, yeah, no die gewoon. No 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 <holder> <Sterren fantasies> eh ja, man. No, Diddy, no, Diddy, no, Diddy. Yo, pauseer, pauseer. Pauseer. Hij was natuurlijk al. Hij weet het. Ik zie hem vaak foto's van. Kijk hier, ik ben weer aan het luisteren. Ik ben jullie doen het heel goed. Daarom is ook... Ik ben geen persoon die veel naar interviews wil gaan, et cetera. Ik wil wel uitkiezen waar ik heen ga. Hetzelfde geldt ook voor hem. Zo ken ik hem ook. Maar deze podcast is lid. Geen... Ja, die balans is goed. Jij bent heel toch strak. Deze mannen zijn grappig. Hij is strak in pak. Ja, <laughs> Hij is strak in pak. Ik oh, oh. ben gewoon fan van die podcast, man. No ja, lies. Raak, man. No, man. En uh, wie zijn er nog mensen die jullie denken van ja, man, die zou die hier goed bij passen? Welke artiesten? Ik denk, ik denk ook gewoon de, zou de, 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 de jongens. De jongens waarvan jullie zien van, joh, we zijn gewoon goed bezig. Gewoon. Dat was jij vroeger niet. Snap je? Nu kunnen die jullie man dat die wel die doen. Mee. Ja, toch? Maar er is ja. geen podcast. Ja, sorry. Nou, tak, tak. Er is geen podcast die ons echt on die it. platform geeft van, Ey, yo, no, weet je toch? Jullie hm. zijn aan. Nou, een paar dingetjes, maar ook niet iedereen. Maar niet ah, ja. Nee, niet fullies. Snap je? Het is een beetje. Een... Hokjes, een beetje kampjes. Als jullie dat gaan claimen, gaan jullie ook mee groeien ja. toch, met, oh. ons. met ons? Ja, je weet toch, zonder uh, dingen, maar we wilden gewoon wel gewoon graag van Timer, je weet toch? Ja. We willen die jongens ook gewoon een spot geven, oh, je leuk. weet toch? En ja. Nou waren jullie wel gewoon de uitgewezen persoon. Of aard die aardrijd, de... dus er niet kom. Nee, nee. hoor je. Frenna wou niet komen. Nee, Mocht nee, even, man. laten we wel eerlijk zijn. Nee, BL, ze wouden niet, hè? Nee, nee, nee. Laten we eerlijk zijn. Ze jullie echt roffa? We hadden, we hadden eigenlijk Kendrick en Drake gecheckt, maar die nee, mannen waren dus druk. Dat is lastig. En jullie waren ex-fantai, maar Kendrick en Drake? Daarom geen opstellen. Want ik heb nog geen tip en top van jou gehoord, man. tip en top. Ik zeg je eerlijk, een tip, gewoon volgende keer gewoon Bami en op tafel. Gewoon lekker. Ja, leuk. Jawel! dat ja! Jan dan moeten jullie niet laat komen, nee, oké? Oh, shots, again! Nee, joh, nee, joh, nee, joh, nee, joh. Nee, ik maak Dit dus <laughs> is maak op mij. Joh. Friendly joh. fire, ik is was op tijd, ik zat ja. gewoon in de auto ja, te Hij was daar voor jou ja, zelf. Dan. We hebben hem gezien. Ja, bro. Nee joh, ja, ik heb geen tips en tops, man. Ik vind het echt gewoon oprecht lauw, ook gewoon dat jullie, hoe jullie zijn ook gewoon, je weet toch? Misschien minder uh, Rofoy-gitaal. <laughs> Dat Is onmogelijk, man. Is onmogelijk, hè? Is onmogelijk, man. Nee, 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 is gewoon leuk. Ik zeg je ja, eerlijk. Man. Is hard, is hard, is hard. Nou, nou, en ik nou. heb ook genoten vandaag, gewoon. Ja, toch. ja, ja, ja toch. ik heb Dat gezien, heen, man. Ja. Want ik ben gewoon eerlijk. Ik heb een uh, paar interviews van je gecheckt. In ieder geval, die vroegere interviews. Ja, toch. Het was een klein beetje shaky, man. Maar, nee, maar je je ik zeg awesome, ik zo, man. Ik, ik ben. Ik ben... Als persoon ben ik ergens niet eens zo spraakzaam hè. Helemaal. Hele... Ja? ja, maar dat, dat merk ik je. Vandaag niet of vandaag. Nee, nee, vandaag gewoon het... camera niet, maar. Ja, 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 maar op camera gewoon weer als mensen vragen gaan stellen en zo. Nee. Ik, ik, ik eit, eit lastig hè. Ja, ik, 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 klap niet dicht, maar ik ben gewoon. Ik wil niet zeggen shy guy of zo, maar nee. gewoon. Ik denk van ah, ik heb daar niet eens zoveel zin in en zo, snap je? Maar het was gezellig met jullie. Jullie halen ook, jullie halen het uit man, snap je? Weet <laughs> toch? Als Diora niet was, dan zou ik misschien gewoon rustig zitten en zo. Okay, we deze je man je is al veel, We lopen al veel te ruïneren altijd, ja? je, dus? je voelt je gelijk vrij. Ja, daarom, vrij. je ziet het, we zijn ook bezig met wie kunnen we zetten. Ja, Dat snap ja, je ja, ja, toch. Wie vult ja, elkaar aan, wie is van toegevoegde waarde. Belangrijk ja, man. man, dan gaan we bij deze afsluiten. Wow. Het was gezellig, laat man. nog één keer een man fucking applaus voor onze gasten. Ik dan naar jullie, bedankt. We wow. sluiten af, en we sluiten af in silence. In we silence. sluiten silence. af in silence deze kist. <laughs>